Toen vroegen we ze van, waar bidden jullie eigenlijk? Bidden jullie wel? Ja, we bidden wel. Oké, maar waar bidden jullie dan? Ja, als we thuis komen. Oké, maar hoe doe je dat dan als de Dhuhr en Asr en Maghrib zijn ingegaan? Ja, het bidden we allemaal samen. Maar dat kan toch niet? Ja, het kan niet anders, weet je? Ik heb zo meteen een toets. Hoe ga ik dat doen? Ja. Je moet wudu doen. Waar ga ik wudu doen? Ja. Waar ga ik bidden? Wat moet je wel niet voor je denken als je daar wudu staat te doen en iemand komt binnen? En de kans is heel groot dat ik dus een vrouwelijke docent heb mogen. En uit vriendelijkheid, dat moet wel bijgezet worden, is het normaal in Nederland om elkaar dus een hand te schudden. Ja. Ongetwijfeld zal zij mij vast wel haar hand uitreiken. En dan sta je daar toch wel in een ongemakkelijke situatie. Ja. Ja. Dus, soms zelfs voor heel de klas. Ja, voor heel de klas bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om, weet je? Ja. Ik vind het echt moeilijk voor jongeren. Zowel voor de meisjes als voor de jongens. Meisjes puur die in de knoop zitten met dat laag zelfbeeld. En jongeren die echt gewoon denken van, ik ben pas 13. Je praat over trouwen, dat kan pas op mijn 26e. Hoe moet ik nog 13 jaar lang rondlopen in deze maatschappij? Ja. Zonder dat ik een vriendin heb, zonder dat ik harame relaties aanga. Wie is onze voorziener? Dat is ook Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is degene die ons heeft opgedragen om te bidden? Dat is ook Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe kan ik twijfelen, weet je, om hetgeen uit te voeren wat hij mij heeft opgedragen, omdat ik bang ben om mijn voorziening kwijt te raken waar hij ook over gaat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welkom bij de nieuwe podcast van Minuut van Allah. En vandaag gaan we het hebben over het behouden van jouw identiteit. Want de vakanties zijn weer voorbij en dat brengt weer nieuwe uitdagingen mee. Want we gaan toch weer naar school en mensen gaan weer naar werk. En daarom hebben we Oestad Abu Jouwaria uitgenodigd om ons mee te nemen in de uitdagingen waar we mee te maken gaan hebben, inshallah. Ja. En om ons daar doorheen te slepen. En ons tips te geven, inshallah, hoe wij als moslims daar het beste doorheen kunnen komen, inshallah. Inshallah. Hoe is het met jou, Oestad? Alhamdulillah, goed. Gaat goed, alhamdulillah. Ja. Ik zie dat je voet in het gips zit. Ja, klopt. Wat is er gebeurd? Een ongelukje. Ik hou van paardrijden en ik heb een eigen paard en daar rij ik regelmatig op. En soms gaat het iets anders dan bedoeld. Dus de laatste keer heb ik daarbij mijn knie gebroken, mijn rib gekneusd. Paard schrok ergens van en raakte in paniek en week af. En ik was daar niet op voorbereid, dus ik raakte balans en kwam onder het paard terecht. En het paard struikelde op mij. Ook. En stond per ongeluk op mijn zowel rechtervoet als linkervoet. Dus alhamdulillah dat het toch alleen maar met een kniebreuk is afgelopen. Ja. Lijkt me pijnlijk. Ja, nou, dat kan pijn doen. Maar alhamdulillah, de pijn wordt steeds minder en minder. Dus we gaan weer verder, alhamdulillah. We gaan het makkelijk voor jou maken. En een snelle genezing schenken, inshallah. Ja. Hoe gaat het met paardrijden? Is een hobby van je? Ja, het is een hobby. Het is ook iets wat ons natuurlijk uit het geloof is geleerd. Mm-hmm. En wat aanbevolen is. Vanuit huis uit hebben we het ook altijd eigenlijk meegekregen. Mijn opa's van beide kanten, vaderskant, moederskant. Waren allebei paardenliefhebbers. Natuurlijk met de emigratie van onze ouders van bijvoorbeeld Marokko naar Nederland was er geen ruimte voor paarden. Maar de liefde is er altijd geweest. Dus ik ben het weer een beetje aan het herleven. Allemaal werk. Brengt ons naar een brug waar ik naartoe wil gaan. Ja. Zodat gelijk de podcast in duiken, inshallah. Inshallah. We hebben een tijdje geleden onze volgers gevraagd. Ja. Wat zijn de grootste struggles? Wat zijn de grootste dingen waar ze tegenaan lopen? Ja. Het zijn vaak jongeren. Ja. Bij onze volgers zijn vaak jongeren, natuurlijk ook jongvolwassenen of ouderen. Mm. En een van de grootste dingen waar ze tegenaan liepen was bijvoorbeeld gebed op werk of school. Ja. En ook het behouden van identiteit en hoe ga je om met bijvoorbeeld vervelende opmerkingen op werk of school. Ja. En voor de zusters dan met hijab waarbij het te zien is. Ja. Daar wil ik het vandaag ook iets meer over hebben. Inshallah. En de eerste vraag is dan ook... we gaan weer naar school en werk. Hoe zorgen we ervoor dat we ons niet schamen als moslims? En hoe zorgen we ervoor dat we onze identiteit behouden? Ja. En dat wij eigenlijk met de juiste mindset erin gaan. Ja. En sterk en niet vanuit een zwakke positie eigenlijk gaan. Duidelijk, oké. Okay. Ja. Ja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ik vind het een hele belangrijke vraag natuurlijk en ook een hele belangrijke onderwerp. Iets waar ook echt gewoon heel veel mensen tegenaan lopen. Kijk, ik hoorde twee verschillende onderwerpen. Ik hoorde identiteit en het behouden ervan en schaamte. Ja. Ik wil eerst even beginnen met schaamte. In de islam is alhamdulillah alles verduidelijkt. Echt, er is geen onderwerp waar niet over gesproken is. En als er iets nieuws ontstaat in de maatschappij, dan is er altijd wel een oud onderwerp waarmee je dat kunt vergelijken, waardoor je daar toch wel een redelijk duidelijk oordeel uit kunt halen. Een voorbeeld daarvan is schaamte. In de islam wordt ons geleerd dat er twee vormen schaamte zijn. Een positieve vorm van schaamte en een negatieve vorm van schaamte. Een positieve vorm van schaamte, bijvoorbeeld het bedekken van je lichaam. Dat je niet in je naakte lichaam bijvoorbeeld over straat loopt. Dat je niet bijvoorbeeld, klinkt misschien heel gek, maar over alles en nog wat praat met mensen en over de meest intieme zaken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je op je woorden net, dat je netjes bent in jouw uitspraken, et cetera. Nou, dit zijn positieve vormen van schaamte. En wanneer je toch deze overtreedt, deze regels, deze moraal of norm of waarde, dan schaam je je eigenlijk voor wat je gedaan hebt. Dus dit is heel positief. Dus we zeggen niet van schaamte is allemaal nat dan. Nee, dit is een positieve vorm van schaamte. En die kennen zelfs dieren. Dus niet alleen maar mensen, maar zelfs dieren kennen een vorm van schaamte. Daarnaast heb je een negatieve vorm van schaamte. En dat is bijvoorbeeld dat wanneer jij je schaamt, je bijvoorbeeld geen vragen durft te stellen over je geloof of over je eigen ontwikkeling. En daardoor, dus die schaamte, die belemmert jou om jezelf te ontwikkelen. Mm-hmm. Dit is een negatieve vorm van schaamte. Er is een uitspraak bijvoorbeeld in de islam van twee personen zullen het nooit leren. Dat is iemand met hoogmoed of een persoon met schaamte. Weet je, iemand die zegt van, wie ben ik? Ik ga toch niet in een klas zitten met anderen. Ja. Weet je, ik weet toch alles al. Nou, die zal dus nooit leren. Weet je, door zijn hoogmoed wordt hij belemmerd om zichzelf te ontwikkelen. Een ander die zegt van, ik zit echt met een vraag. Ik begrijp echt niet wat die docent bedoelt. Maar ja, er zitten wel mensen om mij heen. En straks gaan ze denken dat ik dom ben, weet je? Of dat ik een domme vraag stel. Dus weet je wat, ik stel hem maar niet. Mm-hmm. Dat betekent dat je mogelijk nooit achter dat antwoord gaat komen. Omdat jij je belemmert door die negatieve vorm van schaamte. Ja. Dus we kennen twee vormen van schaamte, positief en negatief. En ja, inderdaad, het is goed om je soms te schamen als dat nodig is. En in andere situaties absoluut niet. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelfs in de Koran, inna Allah la yastahyi min al-haq. Voorwaar, Allah schaamt zich niet voor de waarheid. Dus wanneer het om de waarheid gaat, om je eigen ontwikkeling, het leren van halal en haram, dan moet je juist vragen durven te stellen. Dus stel je voor dat een vrouw denkt van, hoe zit het met menstruatie en het gebed verrichten? Ja. Ga je niet zeggen van, ik durf die vraag niet te stellen, dus ik doe toch maar wel mijn gebed bijvoorbeeld. Waardoor je dus bidt in een situatie waar je niet mag bidden bijvoorbeeld. Ja. Nee, dan dien je juist je vraag te stellen. En zo waren ook de metgezellen van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Dus dit even over dat onderwerp van schaamte. Dan identiteit natuurlijk. Identiteit is zo belangrijk. En als we het over identiteit hebben, hebben we het niet over je afkomst of je roots. We hebben het niet over ben je Surinaams of Marokkaans of Turks of uit Australië. Nee, we hebben het over jouw religieuze identiteit. Okay. Die andere maakt niet uit. Daar mag je trots op zijn. Ik ben Afghaans of ik ben Marokkaans. Heel fijn. Weet je? Maar ga niet het gevoel bij jezelf aanwakkeren van ik ben beter dan jou omdat ik Arabisch ben en jij niet. Of omdat ik Saoedisch ben en jij niet bijvoorbeeld. Nee. Dus we hebben het niet over afkomst en roots. We hebben het over je religieuze identiteit. Dus jouw islamitische identiteit. En als we kijken naar de gehele oproep van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dus vanaf zijn begintijd van de openbaring tot zijn overlijden, dat heeft 23 jaar geduurd. Deze volledige periode heeft uit twee fases ontstaan. Fase 1 was het vormen van die islamitische identiteit. Mm-hmm. Fase 2 was het waken over die islamitische identiteit. Dus twee fases. 1 was het vormen ervan. En de tweede was van toen het al gevormd was, oké, hoe waak ik over mijn islamitische identiteit? En daar gaan we het natuurlijk in de gehele podcast over hebben. Ja. Maar om specifiek jouw vraag te beantwoorden, hoe kan ik terugkeren naar mijn school of naar een nieuwe opleiding? Hoe kan ik daaraan beginnen of naar mijn werk gaan met een trots van, hey, ik ben moslim, zonder dat je het onder stoelen of bank hoeft te steken? Ja, dit heeft natuurlijk heel veel factoren nodig. Maar één is gewoon vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala.
Weet je, hij heeft jou begunstigd. Het is niet zo van, ik heb ervoor gekozen om moslim te zijn. Nee, hij heeft het islamitische geloof mooi gemaakt in jouw ogen. Habba ideen al iman. Dus hij heeft het iman mooi doen maken in onze ogen. Wa karraha ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, zoals in de Koran wordt gezegd in Surat al-Hujurat. En zedeloosheden juist heel lelijk doen lijken in onze ogen. Dus hij heeft mij een moslim gemaakt en ik ben eigenlijk volkoren. Ik ben door Allah subhanahu wa ta'ala verkozen boven vele andere mensen. Dus daar mag ik echt wel trots op zijn. Daar moet ik trots op zijn. Dus ja. Door middel van kennis, door middel van het inzien van hoe jij begunstigd bent door Allah subhanahu wa ta'ala, dat zal een vorm van trots aanwakkeren. Let op, geen hoogmoed, maar trots, weet je? Want het mag niet zo ver gaan dat je jezelf dan in één keer hoogmoedig gaat gedragen naar anderen. Nee, ik ben trots op mijn geloof. En ik gun dit iedereen. Dus hoogmoed zou zeggen van, ik gun dit niemand, ik ben beter dan jullie. Nee, ik voel me echt inderdaad heel goed. Ik voel me goed in mijn vel. Ik ben daar heel trots mee met wat ik heb gekregen. En ik gun dit elke andere persoon. Ja. Dat zorgt ervoor dat je ook ervoor durft uit te komen en erover durft te praten. Ja, en wat is om dat gevoel aan te wakkeren? Ja. Ik hoorde vooral ook kennis terugkomen. Ja. Ik kan misschien heel kort, kunnen daar iets op ingaan? Ja. Het kan heel breed klinken voor de mensen thuis. Ja. Kennis, oké, ik moet kennis opdoen. Ja. Maar misschien denken ze, oké, waar moet ik beginnen? Ja. Om deze, deze sterke identiteit aan te wakken. Ja, waar moet ik beginnen? Kijk, kennis bereik je niet in een nacht of dag, weet je. Dat bereik je niet in het bekijken van één video of een podcast. Nee, daar heb je echt wel tijd voor nodig. Maar dat wil niet zeggen dat er geen begin is. Alles kent een begin. Je kunt het vergelijken met een trap. Je springt nooit van beneden naar boven. Je gaat nooit meteen diep zee duiken. Maar je begint met zwembandjes. Je begint met dat eerste treetje. En daarbij merk je al van, hey, ik begin mezelf te ontwikkelen. Hey, ik heb vandaag weer iets nieuws geleerd. Ik heb vandaag weer iets nieuws geleerd en iets aan onwetendheid verwijderd vanuit mezelf. En ik merk elke dag wel daar vooruitgang in. Elke dag merk je dat het gevoel van iman, de zoetheid van geloof, dat dat versterkt wordt in jouw geloof. In jouw, je merkt ook dat je standvastiger begint te worden. Je merkt ook dat heel veel vraagtekens verdwijnen. Nou, waar die te beginnen, kan op heel veel manieren. Bij bijvoorbeeld de lokale moskee, te vragen van, oké, zijn daar bepaalde lessen? Zijn er bepaalde modules? Er worden modules gegeven over verschillende onderwerpen. Ik noem maar wat, een module van 4 weken, waarbij het onderwerp wordt behandeld van zaken die een moslim dient te kennen, bijvoorbeeld. Een geloofsleer van een moslim beknopt, weet je. Dit is even om de smaak te pakken te krijgen, om alvast een eerste kennismaking te maken. En deze lessen kunnen ook online gevolgd worden vaak. Ja, dus het is niet van, als het in jouw omgeving niet aangeboden wordt, dan is de hoop nabij, bijvoorbeeld. Nee. Er zijn genoeg mogelijkheden om online ook lessen bijvoorbeeld te volgen, om de eerste stappen te maken. Natuurlijk, fysieke lessen hebben een hele andere smaak. Weet je, daar hangt een sfeer, weet je, een warmte, die broederschap, die zusterschap. Dat maakt je veel en veel sterker, maar doe het met wat voor jou mogelijk wordt gemaakt. Ja. Dus daar begin je alvast, weet je. En kijk van tijd tot tijd een lezing, lees de Koran als het mogelijk is, al is het in het Nederlands. Er zijn heel veel mogelijkheden en die zullen ook vast wel nog langskomen in de podcast. Ja. Maar ik geloof ik voor het uitleggen. En, ik denk ook dat wat ik mooi vond is dat je zegt van het is een proces wat door blijft gaan. Ja. En het is niet van ik heb nou een boekje gelezen. Ja, ik weet alles. Ja. Of waar blijft dat gevoel? Ik heb echt waar, dat hele boekje gelezen. Ja. 17 pagina's, weet je. Ja. En ik heb dat gevoel nog niet. Waar hebben jullie het over? Weet je, of het is helemaal niet zo zoet als dat je het beschrijft. Nee, het is echt waar. Hoe zuiverder jouw intentie is, hoe meer inspanning je verricht, hoe zoeter dat gevoel is. Een gevoel van voldoening, van rijkdom in jouw hart. Weet je. Het is echt onbeschrijfelijk. Weet je. Je voelt je zo rijk elke keer als je weer iets nieuws leert. Al is het echt één les, één leerstelling. Je gaat naar huis, want ik ben de rijkste persoon op aarde. Zo met zo'n gevoel ga je. En dat gaat constant door. En hoe langer je blijft inzet tonen, hoe sterker dat gevoel is. En natuurlijk kent het leven ups en downs. Het is niet altijd alleen maar omhoog.
Maar dan weet je ook jezelf weer te redden en wat je moet doen om weer dat gevoel terug te krijgen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je niet te lang wegblijft van jezelf updaten. En ja. Daarmee blijf je dat gevoel ook aanwakkeren. Ja. En ik denk ook dat het hand in hand gaat met uitvoeren wat je leest. Zeker. Dus als je bijvoorbeeld over het gebed leest wat nieuws, dat je dat probeert. Ja. In ieder geval je best doet om dat te proberen uit te voeren. Of je leert een dua, dat je dat probeert in jouw vaste routine probeert erin te doen. Ja. Zeg maar. Ja, en jouw dag toe te voegen. Ja, want als je kijkt naar de aanbiddingen, dat zijn meestal aanbiddingen met een bepaalde routine. Weet je? Kijk, Ramadan komt elk jaar weer terug. Ja. Weet je, het is niet van ooit heb ik gevast en dat gevoel was echt lekker. Nee, het is vorig jaar heb ik gevast en binnenkort is het weer zover. Weet je? En dan ga ik weer het gevoel aanwakkeren. Het gebed verricht je 5 keer per dag. Dus je hebt dat gevoel in de ochtend. Je hebt het weer in de middag. En later op de middag. En het begin van de avond. En later op de avond. Dus elke keer vrijdag, weet je, van vrijdag tot vrijdag gooi je weer een nieuwe preek met een nieuw onderwerp. En dan is het van, oh, toen dacht je van, oh, dit had ik echt nodig. En nu een totaal ander onderwerp wat je ook weer aangaat. Dus je merkt dat er altijd weer routine in zit. Dat is het mooie van het islamitische geloof. Het is niet van, kom gewoon een keertje langs, 1 keer per jaar. En dan ben je weer echt helemaal klaar om een jaar tegenaan te gaan. Nee. Ja. En ik denk ook dat dat echt niet genoeg is. Zeker niet in deze tijd. Als je naar school gaat en naar werk gaat en bepaalde discussies komen. Ja. Worden bepaalde dingen besproken. Dan is het gewoon minimaal dat je daar gewoon daar echt structureel mee bezig bent. Ja, ja, zeker. Want anders ga je het gewoon heel moeilijk krijgen. En ga je misschien wel twijfels krijgen. Maar daar komen we later op terug. Ja. Dus om even samen te vatten. Het is belangrijk om jezelf te beschermen met kennis eigenlijk. Ja. Te versieren met kennis. Mm-hmm. En ook om hetgeen wat je leert te proberen te implementeren in jouw dagen, in jouw routine. Ja. Alhamdulillah, Allah heeft ons talloze mogelijkheden op een dag geven, door de weken geven, door de maanden geven, door het jaar geven, om dat gevoel constant aan te wakkeren. En inderdaad, als je met de juiste intentie je best blijft doen om daaraan te werken, dan zal je dat gevoel ook krijgen en zal Allah jou ook helpen. Alhamdulillah. En ik wilde dan ook verder gaan naar een volgende vraagpunt, wat veel mensen hebben, ook die weer naar school of werk gaan. Ja. Op een gegeven moment zit je op school, je hebt les en je gaat in je hoofd berekenen van, oh, ik moet zo meteen is het door. Ja. Zeker met wintertijden, hè? Dan zitten de gebedstijden heel kort op elkaar. Ja. Ik heb zo meteen een toets. Hoe ga ik dat doen? Ja. Ik moet wudu doen, waar ga ik wudu doen? Ja. Waar ga ik bidden? En er komen heel veel vraagstukken komen op. En misschien gaat Shaitan ook het een en ander influisteren. Ja. Ah, laat maar zitten. En, je hebt ergens geen plek. Je wordt geëxcuseerd. Ja. Is niks wat moeten ze wel niet over jou denken? Hè? Ja. Ja, dus, wat moeten ze wel niet voor je denken als je daar woord staat te doen en iemand komt binnen. Dus heel veel, het zijn heel veel vraagstukken. En heel veel. Misschien maken we het ons ook heel erg moeilijk. Ja. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja, ik vind het een hele, hele mooie vraag. Heel herkenbaar ook. Ja. Omdat ik vaak soortgelijke situaties heb meegemaakt. Ik kan echt wel, denk ik, 10 voorbeelden noemen. Vanuit mijn eigen leven. Dus niet eens wat ik gehoord heb van een ander, maar gewoon wat ik zelf heb meegemaakt. Ja. En heel herkenbaar. En ik zal beginnen gewoon even met 2 voorbeelden die ik heb meegemaakt. Kijk, toen ik begon aan mijn mbo-opleiding. Toen, ik kan me nog herinneren. Of ik zal zelfs het mailtje even voorlezen, denk ik. Ik zoek hem even erbij. Ik heb me niet op voorbereid, maar ik zal het even erbij proberen te zoeken. Dus dat ik dacht van, oké, hoe ga ik dat doen, weet je? Het gebed bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld het feit dat ik vrouwen geen hand schud, weet je? In de islam wordt ons geleerd van, oké, je respecteert het andere geslacht en je mag geen lichamelijk contact. Als sommige kijkers is het misschien nieuw, voor anderen is het misschien heel erg bekend. Mm. Maar goed, dus ik kan me nog herinneren dat ik dus mijn eerste schooldag had. Of morgen zou mijn eerste schooldag zijn. Mm-hmm. En toen dacht ik van de meeste scholen of de meeste docenten, dat zijn vrouwelijke docenten. En de kans is heel groot dat ik dus een vrouwelijke docent heb morgen. En uit vriendelijkheid, dat moet wel bijgezet worden,
is het normaal in Nederland om elkaar dus een hand te schudden. Ja. Dus ongetwijfeld zal zij mij vast wel haar hand uitreiken. En dan sta je daar toch wel in een ongemakkelijke situatie. Ja. Ja. Dus, soms zelfs voor heel de klas. Ja, voor heel de klas bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om, weet je? Ja. Dus toen dacht ik van, hoe kan ik dat toch voorkomen, zo'n ongemakkelijke situatie? Ik heb het vaak meegemaakt en dan weet ik ook echt wel hoe ik ga handelen. Maar het liefst probeer ik dat wel te voorkomen. Want dat is ook mijn advies naar de kijkers van, alles wat je kunt voorkomen, alle ongemakkelijke situaties, doe dat ook, weet je. Want het hoeft niet altijd gezegd te worden als iemand al voor je staat met een uitgestrekte hand. Ja. Dus wat gebeurde er? Ik stuurde een dag van tevoren een mail. En daarin beschreef ik dus dat ik stond te popelen om naar school te mogen gaan. En dat ik natuurlijk morgen mijn eerste lesdag heb. Maar ik zei er wel bij van, uit respect voor vrouwen, uit religieuze redenen, kan ik geen hand schudden. Dus ik kan haar dus geen hand geven. En alhamdulillah, het is, de volgende dag had ik dus had ik school. En toen stond daar dus een vrouw voor mij. En die heeft mij dus, die wist al van dat mailtje af en die heeft ook haar hand niet uitgestoken. Kijk, we hebben altijd een hele goede band gehad en er is altijd wel respect geweest en zo. Maar ik heb daarmee wel kunnen voorkomen dat iemand dus met uitgestrekte hand voor me stond. Wat soms toch wel voor een ongemakkelijke situatie kan zorgen. Ik ben nu even aan het scrollen nog, maar goed. Dat is even een voorbeeld. Een ander voorbeeld is wat jij net eigenlijk beschrijft. En dat is van, dan zit je in de klas en op een gegeven moment is het gebedstijd. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dus uitleggen van, wil het gebed verrichten. Waar ga je bidden? Waar ga je de wudu verrichten? Wudu kun je misschien nog bij een toiletruimte verrichten. Maar waar ga je het gebed verrichten? Is dat in de klas? Ja. Is dat een lege ruimte? Is er wel een lege ruimte? Ja. Mag dat wel? Hoe zullen anderen, aula, toch? Ja. Hoe zullen anderen reageren? Ja. Weet je? Dus dat zijn allemaal vragen die dan in je hoofd spelen. Dus wat ik gedaan had, is het volgende. Ik werd ook aangesproken door klasgenoten, andere moslims. We hebben onze eerste les begonnen eigenlijk. En bij de eerste pauze spraken een paar cursisten of studenten bij elkaar aan van, hey, is hier een ruimte waar je het gebed kan verrichten? Toen stelden ze mij die vragen ook. Ik zei van, ik weet het niet, maar wat we kunnen doen is, we kunnen het even aan de docenten vragen voor nu. En wat gebeurde er? We gingen dus naar de docenten toe, of één persoon ging naar de docenten, die zei van, ik heb even een vraagje. Ik ben gewoon om het gebed te verrichten. En een van die gebeden valt dus, één of twee gebeden vallen tussen schooltijd. En mijn vraag is eigenlijk van, kan ik ergens het gebed verrichten? Toen zei de docenten, die zei van, ik weet niet waar het mogelijk is, maar wat ik je wel aanraad is even een mailtje te sturen naar de directie bijvoorbeeld. Dus we hebben gezamenlijk een mailtje opgesteld. Okay. Gewoon een hele nette mail van, wij zijn studenten uit die klas. En we voelen ons heel prettig hier op deze school, et cetera. Maar we zijn gewend om één of twee gebeden, we bidden vijf keer per dag, maar één of twee gebeden van onze dagelijkse gebeden, die vallen tijdens de lestijd. Is er een lege ruimte op school waar we het gebed kunnen verrichten? Toen kwam de reactie van de directeur een dag of twee later. Die was echt heel vriendelijk en die zei van, begrip voor de situatie. We hebben helaas geen lege ruimte waar jullie het gebed kunnen verrichten. Maar wat wel mogelijk is, is aan het einde van de gang van die verdieping, heb je altijd wel in de middag één of twee lege lokalen. Okay. En daar kunnen jullie dan naartoe lopen om jullie gebed te verrichten. En subhanallah, zo hebben we dat een heel jaar gedaan, weet je? Ja. Dus dat is wel fijn. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een docent zat die toets aan het nakijken was. En dan deed ik de deur open bijvoorbeeld. En ze keken elkaar aan van, ben jij verdwaald? En die andere denkt, zit jij hier toetsen aan te kijken? Ja. En dan zeggen we ook heel open en eerlijk van, ik was op zoek naar een lege lokaal waar ik het gebed kan verrichten. Want we konden gebruik maken van één. En dan wordt er ook wel eens gezegd, echt waar, ik heb het meegemaakt. Geen probleem. Nou, weet je wat? Ik ga wel even pauze houden. Dan kunnen jullie die ding doen, weet je? Of kunnen jullie gebed verrichten? En soms werd er gezegd van, die ruimte is nog leeg, weet je? Dan loop je daar even naartoe.
Dus communicatie is heel belangrijk. Ik vind het een heel lang verhaal, maar communicatie is echt belangrijk. Soms is er geen communicatie. Soms heb je dat moslims al te snel een oordeel vellen van het kan hier vast niet. En dus dan laat ik het maar voor thuis. Ja. Maar wat je niet moet vergeten is van gebeden kennen tijden. Elk gebed heeft begin- en eindtijden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, inna salata kanat ala mu'minina kitaba maquta. Dat het gebed voor de gelovigen vastgestelde tijdstippen kennen. Dat betekent niet dat als er op het gebedskalender staat, dhuhr 1:30, dat ik op dat moment moet bidden en op moet staan in de klas van, ik moet nu bidden. Nee, dat betekent dat jij vanaf 1:30 tot het volgende gebed, de laatste bijvoorbeeld, om, ik noem maar wat, 14:45, in wintertijd bijvoorbeeld, daartussenin, dus die uur en een kwartier, en in de zomer zelfs 3 tot 4 uur misschien, daarin dien jij salat al-dhuhr te verrichten. Ja. Dus het kan gewoon zijn, die kans is heel groot, dat jij gewoon de mogelijkheid hebt om in je pauze het gebed te verrichten. Ja. Maar de vraag is waar, weet je? Nou, sommige scholen hebben een lege ruimte en anderen dienen daarna te vragen. Maar stuur gewoon even een nette mail en het liefst namens jezelf en je islamitische klasgenoot als je die hebt. En dan zul je vaak zien dat er echt wel mogelijkheid is om daarmee rekening te houden. Ja. Dat is een sterke tip. Ik heb die nog niet eerder gehoord. Van. En, dus eigenlijk voor het voor zijn. Ook met de handgeven. Het liefst wel. Het liefst wel. Ja, dat zorgt er gewoon voor. Ja. Kijk, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik een keer 5 minuten later was in mijn klas. En toen hadden we op die dag een andere docenten. Ja. Ik deed de deur open en ze liep al meteen naar me toe en zei, goeiedag, ik ben die en die. Ja, ik had me daar niet op kunnen voorbereiden. Ja. Geen probleem, dan hou ik mijn hand omlaag en dan zeg ik ook een goeiedag. Ja. Ik ben Abdurrahman. Ik kan nu helaas geen hand geven vanwege religieuze redenen, maar daar kunnen we het straks nog even over hebben. Oké, nou goed, nou neem plaats, weet je. Ook dat kan gebeuren. Ja, tuurlijk. En soms word je om opheldering gevraagd en soms totaal niet. Nou, als iemand jou vraagt, waarom doen jullie dat dan niet? Het antwoord is juist uit respect. Wij respecteren echt gewoon het andere geslacht. Wij zien de vrouw niet als lustobject. Mm-hmm. Wij zien de vrouw als onze moeders, onze zussen, onze dochters, onze vrouwen. Ja. Die op een respectvolle manier behandeld dienen te worden. En waar we niet zomaar aan komen. Ja, spannend. Ja, als je het op die manier uitlegt, dan is het echt wel duidelijk. Want vaak is het vooroordeel vrouwenonderdrukking, vrouwonvriendelijk. Nee, absoluut niet. Ja. We doen het juist uit vriendelijkheid. Klopt, spannend. Ik denk een belangrijk punt om nog heel even op terug te komen is communicatie. Ja? Dus wat er gebeurt vaak is inderdaad of we gaan ervan uit van ja, gaat hem toch niet worden. Ja. Dus ze zijn allemaal tegen ons. Die hebben we ook heel vaak. Ja, heel vaak. Jammer, heel jammer. Of schaamte van ja, wat gaan ze wel niet denken dat ik hier ga bidden? Die denken dat ik straks iets geks gaat gebeuren. Ja, ja, ja. En ik merk dus heel vaak, en dat diezelfde gedachte had ik vroeger ook wel eens. Ja. Dat we onszelf gewoon een beetje voor de gek houden daarin. Ja. En dus als je. En communicatie is een vaardigheid. Ja. Wat je moet oefenen en waar je een beetje moet verdiepen. Het is niet makkelijk om zoiets aan te geven. Zeker. Kan voelen als een hele grote berg wat je moet beklimmen. Ja. Van oh, ik moet. En zeker voor mensen die. Die misschien een beetje introvert zijn en niet graag aan het woord zijn. Of een beetje spannend vinden om dat soort dingen aan te geven. Ja. Dus ik zou dan ook zeggen van, kijk, natuurlijk, islamitische kennis is belangrijk, maar probeer ook een beetje jezelf in te lezen en een beetje te verdiepen. Van, hoe kan ik dit soort dingen aangeven? Communicatie, je moet gewoon communiceren. Ja. En zeker om grenzen aan te geven bijvoorbeeld, of om dit soort dingen aan te geven. Ja. Communicatie kan ook op heel veel verschillende manieren. Hè? Het is niet alleen maar van, je gaat voor iemand staan in een volle klas en dan ga je het vertellen. Nee, je kunt iemand een mailtje sturen. Precies, je kunt iemand na de les even bellen of je werkgever. Van, hé, ik wil je toch nog even spreken. Ja. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Echt, wallah, ik heb een keer meegemaakt dat ik was als hier in Arnhem. Ik werkte op de Kronenburg-singel in die hoge gebouw. Ik had een administratieve functie in 2007, denk ik. Dat was spannend. Ja, en toen kwam ik daar. Af en toe daar zien rondfietsen. Weet ik niet meer. Maar goed, dus ik kan me nog herinneren dat ik daar kwam werken. En het gebeurde allemaal zo naar elkaar. Dan had je de sollicitatiegesprek. Nou, daarbij gaf ik al aan van, ik kan hier geen hand geven. Nou, het was al nieuw. Oké. En toen was het oké, dat was wel geaccepteerd.
Toen werd ik al meteen aangenomen. Ik had ook verwacht dat er nog een tweede gesprek zou plaatsvinden. Ik hoorde al meteen van, je mag maandag ben je van harte welkom, terwijl sollicitatie op donderdag was of zo. Ja. Oké, dus ik dacht van, oh, maar ik heb het helemaal nog niet over gebed gehad. Weet je, waar ga ik eigenlijk bidden? Toen kwam dat dus. Toen stelde ik dus de vraag aan mijn collega van, ik heb haar eerst een mailtje gestuurd, mijn manager. Mm-hmm. Ik heb haar een mailtje gestuurd van, kan ik je straks even spreken? Ja, natuurlijk. Nou, dus ik doe dat liefst gewoon afgezonderd, gewoon rustig de tijd voor nemen. En niet in één keer voor een volle ruimte waar dan iemand denkt van, dit hoor ik voor het eerst. En dat is ook wat ik als reactie kreeg. Toen ik haar vertelde van, ik ben moslim, zoals ik al eerder heb aangegeven, en dan bidden we ook 5 keer per dag. Dit was dus op, dit was op de dinsdag kon ik haar pas spreken. Okay. En maandag was ik begonnen. En toen zei ze tegen mij van, oké, wat is je vraag? Ik zei van, mijn vraag is van, is hier een lege ruimte waar ik het gebed kan verrichten? Toen zei ze, nou, je overvalt me een beetje, want ik heb te maken met heel veel moslims eigenlijk. Mm-hmm. En ik werk hier al redelijk lang, maar dit is de eerste keer dat ik zo'n vraag krijg. Okay, dus ook dat gebeurt dus. Dus het is niet een tekortkoming van haar. Het is een tekortkoming van onszelf. Ja, omdat een ander het niet durfde. En een ander niet durfde. En een ander durfde het niet te vragen. Ja. Moest ik dus die vraag stellen. En goed, ik sta er anders in. Want ik heb ik ben wel reden geweest dat daar een ruimte is gecreëerd. Ja. Maar toen zei ze tegen mij van, oké, je kunt op die en die etage. Is er een kolfruimte, weet je? En die wordt heel af en toe gebruikt door vrouwen collega's. Maar als die leeg is, mag je daar gewoon het gebed verrichten. Ja, 9 van de 10 keer is die leeg. Dus kun je gewoon, weet je wat ze toen tegen mij zei? Ze zei, ik heb nog een vraagje aan jou. Hè. Waar heb je gisteren gebeden? Ik zei, gisteren heb ik buiten gebeden. Zei ze, wat? Ik zei, ik heb buiten gebeden. Want ik trof jou niet en ik wist niet bij wie ik moest zijn. Zei ze, dat vind ik echt heel erg. Oh, ja, echt. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk erg. Ik ga hier meteen werk van maken, zodat je dan toch een vervolg. Dus weet je kunt van alles invullen in je hoofd. Ja. Van ze gaan het niet accepteren, et cetera. Ja. Maar subhanallah, soms werp je voor jezelf bepaalde barricades op die er gewoon helemaal niet zijn, weet je. Klopt. Dus daarna heb ik nog een derde gesprek gehad. Mm-hmm. Want op een gegeven moment was het van, oh ja, maar over een paar dagen Zuma. Hoe ga ik daarmee om, weet je? Ja. En dat was dan de laatste gesprek wat we hadden, alhamdulillah. En daarna was alles al besproken, wat ik belangrijk vond. Ja. Maar toen was het van, oké, kan ik op vrijdag een halve dag werken? Ja, sorry, maar dat gaat echt niet. Want iedereen, of de meeste mensen, hebben al een halve dag op vrijdag. En het past gewoon niet meer in onze planning. Oké. Optie 2. Kan ik dan in plaats van een half uur pauze, een uur pauze houden. Mm-hmm. En dan een half uur eerder beginnen of een half uur langer doorgaan? Want dat was wel een optie. Waardoor ik dus naar de moskee kon gaan en terug kon komen. Ja. En dit was heel vreemd. Ze zei tegen mij van, dit is echt van, toen ik een paar maanden later een functioneringsgesprek had, zei ze tegen mij, zal ik eerlijk tegen jou zijn? Ik zei ja. Zei ze, in het begin wist ik echt even niet wat ik van jou moest denken. Je kwam met dat hand geven en daarna kwam je met het gebed en daarna had je het over de vrijdag. Maar ze zei van, ik ben zo positief over jouw resultaten en ik weet tenminste wat ik van jou kan verwachten. Je bent gewoon duidelijk in de communicatie. Ja. En dat was een hele duidelijk signaal ook naar mezelf van, oké, dus eerlijkheid, dat loont, weet je. En draai er gewoon niet omheen. Mm-hmm. Wees gewoon duidelijk, en maar wel netjes in de manier van communiceren. Ja, het zijn mooie voorbeelden. Van mezelf ook. Ik denk, in mijn voorbeeld is de keren dat ik het heb gevraagd, ook op. Vaak op school was er gemakkelijk in, alhamdulillah. Ik heb deels in Utrecht gestudeerd, er zijn veel moslims, dus daar is al het een en ander gefaciliteerd aan gebedsruimtes. Maar op werk lang niet altijd. Dus dan, maar ik denk wat mij heeft geholpen om het te vragen, is ook gewoon doen alsof het de normaalste zaak is. Heb je misschien toevallig een ruimte waar ik even heel kort het gebed kan verrichten? En daarna ga ik weer door met werk. En dan gewoon heel simpel. Ja. En niet, het klinkt heel raar, maar niet dat je jezelf gaat schamen of een beetje raar gaat doen. Want dan denkt hij ook van, wat is er aan de hand? Dus dit is blijkbaar iets heel groots, weet je, wat je van vraagt. Maar wanneer je gewoon simpel makkelijk bent, dan is het van, natuurlijk, daar heb je een ruimte. Twee voorbeelden die ik heb meegemaakt, ik vond het echt bijzonder. Ik had een keer een vakantiebaantje en een broeder belde me op en die zei van, hey, heb je tijd? Ik zeg, ja. Hij zegt, wil je werken? Ik zeg, ja, momenteel heb ik geen baantje. Hij zegt, ik heb uitzendbureau gebeld en op zoek naar werk. En toen zei ze tegen hem van, ja, je mag vandaag al beginnen,
Maar mocht je nog een vriend hebben, mag die ook komen. Want we zoeken twee personen. Ja. Ik zei, is goed. Dus we gingen bij een bedrijf werken. We kwamen binnen. En op een moment zagen we ook andere moslims. En toen het pauzetijd was, toen liepen wij naar ze toe. Assalamu alaikum, alaikum assalam, alles goed. Ja, zo en zo. Hebben jullie, hoe lang werken jullie hier al? Nou, eentje zegt 9 jaar, de ander 5 jaar, de ander zegt 3 jaar. Oké, hebben jullie een gebedsruimte? Gebedsruimte? Ja. Dus keek ik elkaar aan, gebedsruimte? Weet je, wat moeten die mensen wel niet denken van ons? Toen vroegen we ze van, waar bidden jullie eigenlijk? Zeiden ze, bidden jullie wel? Ja, we bidden wel. Oké, maar waar bidden jullie dan? Ja, als we thuis komen. Oké, maar hoe doe je dat dan als het door... En Asr en Maghrib zijn ingegaan. Ja, het bidden we allemaal samen. Maar dat kan toch niet? Ja, het kan niet anders, weet je? Maar heb je het wel eens gevraagd? Vraagd? Nee. Weet je, maar ga maar vragen dan. En het was echt heel... Ja, een beetje sarcastisch bedoeld of zo, weet je? Ja. Dus we zeiden, oké. Ja. Dus wij liepen op die chef af. En ze keken me echt zo aan van, nou, die worden straks naar huis gestuurd. We zijn een goede dag, meneer. Wij zijn hier nieuw, zo en zo en zo. Wij zijn moslims en ja, wij bidden 5 keer per dag. En 1 of 2 van de gebeden vallen tijdens de werktijd. En wij zijn eigenlijk op zoek naar ruimte waar we niet tijdens werktijd het gebed willen verrichten, maar gewoon in onze pauzes. Ja. Toen zei hij van, de kleedkamer lijkt me iets te druk daarvoor. Maar weet je wat je kunt doen? We hebben boven een directieruimte die niet gebruikt wordt momenteel, weet je. En die heeft ook vloerverwarming. En daar kun je het gebed verrichten. Wallah, ladhi na ilayna. En weet je wat er gebeurde na 3-4 dagen? Na 3-4 dagen waren we een keer stonden we in het gebed. En toen ging de deur achter ons open. En toen dacht ik, wat gebeurt er? Ik was helemaal in de war geraakt. En wij gingen in de sujoed. En die persoon ging ook in de sujoed. En toen kwam er nog een andere persoon bij, een andere persoon. Dat waren dus blijkbaar die medewerkers die het nooit durfden te vragen. Ja, ja. En wij waren een reden geweest waardoor zij daar ook van gebruik zouden gaan maken. Dus dit ook, dat durven, dat loont ook echt wel, weet je. Van ja, hoe erg is het nou, weet je. Kijk, wie is onze voorziener? Die vraag, we hebben het over identiteit, weet je. Ja. En dit is een van de meest belangrijke aspecten in het vormen van jouw identiteit. Wie is onze schepper? Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is onze voorziener? Dat is ook Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is degene die ons heeft opgedragen om te bidden? Dat is ook Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hoe kan ik twijfelen, weet je, om hetgeen uit te voeren wat hij mij heeft opgedragen, omdat ik bang ben om mijn voorziening kwijt te raken waar hij ook over gaat? Weet je, zo simpel is het eigenlijk. Dus klopt. Het vertrouwen in Allah, dat is echt gewoon een van de grootste en belangrijkste factoren in het, dus het creëren en het vormen van jouw eigen identiteit. En een ander voorbeeld van mensen die mij zijn voorgegaan. Ik heb een keer een vakantiebaantje gehad bij een bedrijf, een grote fabriek. En er werd gewoon echt letterlijk tegen mij gezegd, als je het gebed wil verrichten, daar is de ruimte. Omdat er al moslims waren voorgegaan en die daar al jaren hebben gewerkt. Ja. En op vrijdag deden wij zelfs het vrijdaggebed samen verrichten. Spannend. Dus al hadden we maar een half uur, dat was meer dan voldoende om een kort woordje te houden, dus een vrijdagspreek, en het gebed te verrichten. En dat deden we ons de beurt van oké, jij bent over 2 weken aan de beurt, jij bent over 3 weken, bereid jezelf even voor. Al is het met 1 hadith, 1 aya. Ja. En dit is ook een advies meteen aan alle jongeren die op vrijdag naar school moeten. Ja. Weet je, van denk je, ja, vrijdag is echt belangrijk, het is een verplichting, let op. Vrijdagsgebed bijwonen voor mannen is een verplichting. Ja. Oké, wat nou als het dus niet overeenkomt met jouw schoolprogramma? Dan heb je nog altijd een half uur pauze in de middag. En vanaf dus Shorok gaat eigenlijk al Jumu'ah tijd in tot en met Asr. Dus je hebt zoveel speling. Je hebt gewoon bijna 3-4 uur de tijd, zelfs in wintertijd, om dus het vrijdagsgebed te verrichten. Dus al verzamel je 4 of 5 studenten, als je zo'n stilte ruimte hebt of zo'n ruimte hebt waar je het gebed kunt verrichten. Je hoeft het niet van de daken af te schreeuwen. Het hoeft niet door de hele school gehoord te worden. Nee, het is jullie ruimte waar jullie het gebed kunnen verrichten. Dus al houdt iemand heel kort een woordje, dus een preek van 5 minuten. En daarna bid je dus het gebed. Alhamdulillah, dus heb je verplichting heb je. Ja, ja. Spannend. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ja. Ja. Maar ook dat heeft natuurlijk weer die kennis nodig. En mensen moeten weten dat het maar kan. Ja. Yes. Voordat ik dan de volgende vraag toe ga, is... Even kijken, waar ik op nog iets meer op wilde gaan is
het feit dat wij ook te veel gewicht hangen aan de mening van anderen. Dus, ja. Dus te zwaar daaraan tillen, zeg maar. Dus dat, want daar komt het ook vandaan. Dat je gaat schamen, uiteindelijk jouw aanbiddingen niet gaat doen. Ja. En dat je mocht glans beschermen, misschien dat wel zelfs onbewust boven jouw aanbiddingen plaatst. Of boven de angst en de liefde voor Allah plaatst. Zonder dat je het weet. Ja. Of zonder dat je het bedoelt. En daarin denk ik dat dat zorgt voor heel veel blokkades bij mensen. Ja. Ze denken heel erg van oké, wat denkt deze persoon? Wat denkt deze persoon? En eigenlijk is het allerbeste, maar ook best wel moeilijk om in praktijk toe te passen, is om daar, terwijl je communiceert, terwijl je dat vraagt, ook echt daar niet te veel bezig mee te zijn. Ja. Dus of het een ja is of een nee, het ligt in de handen van Allah. Of een gebedsruimte is of een plek is. Als diegene, kan ook gebeuren dat hij nee zegt. Of dat hij dat een negatieve outcome is. Ja. Dan is dat ook de situatie. En dan ook daar zijn ook weer oplossingen voor. En daar zijn ook manieren om mee om te gaan. En zoals Allah, bijvoorbeeld dat je net aangaf. En ook Allah subhanahu zegt ook in de Koran, Asa'an takawashim wa khairun lakum. Weet je, ga niet iets verafschuwen wat mogelijk zelfs goed voor jullie is. Er zijn ook bedrijven waar mensen mogelijk dus niet hebben gekregen waar ze naar gevraagd hebben. En op een gegeven moment heeft dat ervoor gezorgd dat ze daar gestopt zijn. Maar uiteindelijk krijgen ze een veel betere baan, weet je. Mm-hmm. En zo zegt de profeet, zoals hij in een authentieke overlevering, wie iets verlaat omwille van Allah, dus niet omwille van geld, nee, omwille van Allah, die zal van hem iets beters krijgen. Dus niet het gelijke, maar het betere zelfs. Mm-hmm. Dat is onze overtuiging, dat is onze identiteit, dat is hoe wij in het leven staan, weet je. Net zoals jij en ik zwakke dienaren en schepsel zijn, is Hans mijn chef of mijn manager of mijn directeur ook een zwakke schepsel. Ja, dus hij is afhankelijk van onze schepper en wij zijn afhankelijk van onze schepper. Of die nou gelovig is of niet en of die dat nou inziet of niet, zo staan we in het leven. Dus andermans mening, we hebben in het Arabisch een hele mooie gezegde en ik heb hem altijd als bij mijn status heb hem staan. Ik vind hem zo belangrijk. En dat is irda'u jami'in nasi ghayatun la tudrak. Het tevreden willen stellen van alle mensen is een doel wat nooit bereikt kan worden. Heel sterk, inshallah. Ja. Je kunt doen wat je wilt. Je gaat met de, noem een dure merk, weet je, trui, ga je naar je werk toe. Of die van Armani is of van een ander gekke merk. Je hebt misschien voor 200 of 300 euro gekocht. En de ene staat met open mond te kijken. Wauw, echt mooi, man. En één persoon verder die zegt van, ik heb nog nooit zo'n lelijke trui gezien. Sommige mensen dragen schoenen van 800 euro. En de ene zegt, prachtig. En de ander zegt, lelijke kikkerschoenen zonder veters, weet je. Die vond het prachtig, die vond het heel lelijk. Oké, nou, als het om meningen ging, dan moest ik hem of uitdoen of aandoen, weet je. En als ik hem aandoen, is het niet goed. En als ik hem uitdoen, is het ook weer niet goed. Het is nooit goed. Dus het is nooit goed. Dus hou jezelf voor dat je nooit alle mensen tevreden kunt stellen. Dat is even punt 1. Punt 2 is van, als je Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stelt, dan weet je zeker dat je goed zit. Waarom ook in de authentieke overlevering maakt de profeet zelfs al duidelijk van, wanneer je gaat voor de tevredenheid van de mensen, zul je uiteindelijk Allah subhanahu wa ta'ala woedend maken en de mensen. Mm. Wanneer je gaat voor de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, zal hij tevreden over jou worden en hij zal ervoor zorgen dat de mensen tevreden over jou worden. Yes, dus ook weer een hele andere mentaliteit hebben wij. We hebben ook een hele andere identiteit dan weet je, dat zorgt ervoor dat je ook zo sterk in je schoenen staat. Mm. En daarbij, als we kijken, als we op een realistische manier naar de maatschappij kijken. Vandaag de dag bestaan er geen taboes meer. Alles is mogelijk en alles kan vandaag de dag. Mm-hmm. Weet je, eerst was het niet alleen maar van, ik kom uit de kast en ik ga de mensen vertellen, ik ben lesbisch of ik ben homo. Ja. Wat heel, heel afwijkend was, weet je, vroeger. Ja. Nee, vandaag de dag is dat heel normaal geworden. Mm-hmm. Oké, goed, gaan we weer een stap verder. Ja, er staat een man voor je en die zegt van, ik voel me meer vrouw dan man bijvoorbeeld. Mm-hmm. En iedereen moet het accepteren. In de klas of op je werk of op je school of bij je voetbalclub of waar dan ook. Ja. Een vrouw die zegt, ik voel me meer man. Of iemand die zegt, ik ben in het verkeerde lichaam geboren. Wij geloven daar als moslim zijn er niet in. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, Johannes, o mensen, dus dit geldt voor iedereen. Mm-hmm. Inna khalaqnakum min dhakari wa untha.
We hebben jullie geschapen uit mannen en vrouwen. Er bestaat geen derde gender. Mm-hmm. Of weet je, dat bestaat gewoon niet voor ons als moslim zijnde. Ja. Goed. Dus we hebben of man of vrouw. Mm-hmm. Hoe je geboren bent, dat is wat je bent. Dus het sociale aspect en het biologische worden niet van elkaar gescheiden. Oké. Okay. Maar je kunt dus vandaag jezelf anders legitimeren dan wat je, hoe je eruit ziet. Je mag ook zeggen, ik voel me meer dier dan mens. Ik ben een boom. En iedereen moet jou zo accepteren. Of een slang of zo. Of als dit al kan, weet je, wat tegen de natuurlijke wetten ingaat. Mm-hmm. En wat niemand bijna accepteert met zijn logica. Weet je, tenzij dat echt gewoon veranderd is. Hoe zou het dan zijn met het opkomen voor jouw religieuze overtuiging? Ja. Ik ben moslim. Ik wens mezelf te bedekken als moslima zijnde. En daarom draag ik mijn hijab. Mm-hmm. Is dat dan vreemd? Als de ene het recht heeft om zichzelf te ontbloten, heeft de ander dan niet het recht om zichzelf te bekleden? Ik wil het gebed. De ene wil een. Ik zei vroeger altijd, voordat dit allemaal ontstond, het LHBT gebeuren. Toen zei ik van de ene heeft het recht om zijn lichaam te verwaarlozen door bijvoorbeeld een sigaretje te gaan roken in de pauze. Ja. En de andere heeft het recht om juist zijn innerlijke rust te vinden in zijn gebed. Mm-hmm. Ik voel me veel sterker wanneer ik mijn gebed heb verricht en dan aan het werk ga, dan wanneer ik een sigaretje heb gerookt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Weet je, dus een werkgever heeft er veel meer aan. Laatst zag je een onderzoek, het gaat weer over studenten. Laatst zag je een onderzoek dat studenten die vastende zijn hoger presteren bij hun CITO-toets, et cetera, dan anderen en bij hun examens dan anderen die niet vastende zijn. Oké, dus heeft een school daar meer aan of minder aan? Heeft een werkgever daar meer aan of minder aan? Spannend, weet je, de islam komt overeen met de natuur van de mens. Klopt. Het is dezelfde schepper die ons geschapen heeft, die ons dit heeft geopenbaard. Dus moet ik me dan hiervoor schamen? Nee, absoluut niet. Moet ik me dan druk maken om de mening van anderen? Absoluut niet. Maar nogmaals, dit gaat gepaard met kennis. Hoe meer kennis je hebt, hoe openlijker je erover durft te praten en hoe meer je ook kunt uitleggen over jouw beweegredenen. Ja. Kennis en wijsheid ook. Ja, zeker. De juiste manieren en woorden vinden en daden vinden om het op de juiste moment te doen. En, nou, we hebben het over verschillende dingen gehad. Mm-hmm. Identiteit op school. Ja. Hoe behoud je identiteit? Maar hoe zorg je ervoor dat je gebeden op tijd verricht? Ja. Terwijl je andere bezigheden hebt op school of werk. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich misschien eenzaam voelen op school of werk. Ja. Omdat ze de enige of een van de weinige moslims zijn. Ja. Die daar het gebed verrichten. Ja. En misschien niet altijd aansluiting voelen. Mm-hmm. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja. Ook heel herkenbaar. Ik heb een soortgelijke situatie meegemaakt een keer. Dus ik vertelde over dat ik een administratieve functie had. En die voerde ik uit met ongeveer, ik denk, 36 collega's. En ik was de enige moslim. Dus dan, het feit dat je even opstaat om je gebed te verrichten, dat was voor hun natuurlijk het moment van, hij gaat weer bidden bijvoorbeeld. Want ze kwamen niet tegen in de kantine bijvoorbeeld op dat moment, weet je. Op vrijdag kreeg ik een collega die me elke vrijdag vroeg van hoe was het vandaag in de moskee? Wat voor onderwerp heeft de imam besproken? Ja, dus dat was meer uit interesse, maar dat kan ook wel heel negatief soms, weet je. Ja. Of opmerkingen. Ik kreeg een keer van een collega opmerking van waarom eet je geen varkensvlees? Toen zei ik, dat mag niet van mij wegen mijn geloof en zo. Mm-hmm. En toen kreeg ik als reactie van, maar dat heeft toch met toen te maken. Want toen had je geen koelkast en kon je dat vlees niet bewaren. Okay. En dan ging het snel bederven, weet je. Ja, als je dan heel logisch nadenkt, dan geldt het toch voor alle vormen van vlees. En niet specifiek varkensvlees. Yeah, alle vormen van vlees kunnen bederven en niet alleen maar varkensvlees. Mm-hmm. Dus dat was dan ook de reactie en dan waren we ook snel klaar. Ja. Maar dat zijn dan even voorbeelden van, weet je, wanneer je alleen als enige bent, dan heb je ook veel meer uit te leggen. Ja. Elke keer word je weer geconfronteerd. En het is niet makkelijk. De ene is wat makkelijker in communiceren. En de andere die krijgt helemaal benauwd. De ene heeft wel het juiste antwoord achter de hand. En de andere weer niet. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Dat verschilt per persoon. Mm-hmm. En dat is ook weer situatieafhankelijk. Is er ruimte voor uitleg, ja of nee? Wat is de doelstelling van de vraagsteller? Dat is ook weer belangrijk. Kijk, als ik aan het presenteren ben over religie, en dat zijn soms opdrachten die je krijgt op school. En je mag daarin ook echt je mening, zeg maar, benoemen. Ja. Dan maak ik wel, dan maak ik wel gebruik van de mogelijkheden die ik heb. Van waarom vind ik dit zo belangrijk? Waarom ben ik moslim?
En niet een Joodse persoon of een atheïst of een christen. En dan heb ik ook wel op het einde, zeg maar, creëer ik ruimte voor vraag en antwoord. Want dat is dan onderdeel van de opdracht. Ja. En daar kan ook wel een discussie uit ontstaan. Maar wel binnen de kaders natuurlijk. De schoolkaders, kaders van het geloof. Mm-hmm. Allah subhanahu wa ta'ala leert ons van wajadinhum billati ahsan. En voer met hun het dialoog op de juiste manier. Op de beste manier. Dus dat is ook belangrijk. Dus dat de moslim niet boos wordt. Dit is een situatie. Andere situatie is van, er is helemaal geen presentatie. Er is helemaal geen ruimte voor uitleg. Het is gewoon actie-reactie. Je doet iets en je krijgt in één keer een opmerking. Of je wordt zomaar uitgemaakt voor iets geks. Of er komt iets langs op tv. Of een gebeurtenis in de maatschappij of in de media. Een aanslag bijvoorbeeld. En in één keer moet jij je gaan verantwoorden. Wat heb ik daarmee te maken? Waarom ik, weet je? Dus dan kan ik best wel direct zijn van, maar sorry, maar wat is de link tussen mij en iemand ergens in ver weg is dan, weet je? Ik vraag jou toch ook niet om afstand te nemen van wat Hitler gedaan heeft. Ik zie geen link tussen jou en Hitler, dus waarom zou ik dan dat verband leggen? Omdat jullie hetzelfde geloof hebben. Ja, maar wacht eens even, maar wie zegt dat mijn geloof dat goedkeurt, wat die persoon gedaan heeft? Dus dan kan ik best wel soms wat directer zijn. Situatie 3 is van wanneer je al iets gevraagd wordt en je hebt er geen antwoord op. Ga dan niet een eigen verhaal daarvan maken. Nee, zeg gewoon echt gewoon wat Lasmaat ons opdraagt eigenlijk. Om te zwijgen, om op dat moment te zeggen van sorry, ik heb hier geen antwoord op. Ik heb hier nog niet in verdiept. Maar ik kom er mogelijk op terug. Of ik zal wel een boekje meenemen voor jou wat over dat onderwerp gaat. Of ik zal een linkje sturen of een video via WhatsApp of wat dan ook. Waardoor dat je kan toch heel snel gebeuren al trouwens. Huh? Dat kan al heel snel gebeuren. Dat je denkt, ik weet eigenlijk niet wat ik moet... Zeker. Ja. Maar ga dan niet een eigen verhaal van maken. Okay, want dan ga je echt gewoon fouten maken. Want het geloof, dat verbiedt ons om te praten over Allah subhanahu wa ta'ala en over het geloof zonder kennis. Dat is één. En ten tweede, kom je juist ongeloofwaardig over. Ga je weer een tegenreactie krijgen. Ja, maar waarom zo dan en niet zo? En dan sta je daar. Maar wanneer je zegt van, ik heb hier vandaag geen antwoord op, maar ik zal het voor jou navragen. Dat komt heel anders over dan dat je boos gaat worden, want ook dat gebeurt soms. Ik heb een keer meegemaakt dat collega's mij een aantal vragen stelden over de islam. Ik gaf daar antwoord op. Het gebeurde vandaag. Het begon eigenlijk bij een training, we hadden een communicatietraining. En toen werd mij gevraagd van, door de docent op ons werk. Die zei van, ik heb je gemist gisteren, waar was je? Ik zei, ja, gisteren was het offerfeest en daarom kon ik niet komen. Oh, oké, maar kun je uitleggen wat het inhoudt? Dus dan moet je heel snel schakelen, want ik was er helemaal niet op voorbereid. Ja, ja, ja. En dan heb je dus 12 mensen die je aankijken van, leg eens uit, weet je. Waarom slachten jullie die dieren en zoveel dierenleed en zo, weet je. Dus, van alles. Die dierpijn, zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus toen heb ik uitgelegd van, dit heeft te maken met een bepaalde religieuze traditie. Wat niet te maken heeft met de profeet Mohammed, maar met Ibrahim alayhissalam, dus Abraham. Ja. Geloven jullie in Abraham? Ja, we geloven ook in Abraham en ook in Mozes en Jezus. Het zijn van als profeten, die respecteren wij. Nou, dat is al hele nieuwe informatie voor hen. Juist, ja. Ze hebben echt wel wat geleerd. En dus dat hij beproefd is door Allah en op de test gesteld is om zijn eigen zoon te offeren. En toen hij dus zichzelf daaraan had overgegeven, toen heeft Allah hem duidelijk gemaakt dat het een test was. En dat hij niet zijn zoon moet offeren, maar een dier. En daarom doen wij tot de dag van vandaag nog steeds aan deze religieuze traditie, wat elk jaar voorkomt, weet je. Dat vonden ze heel bijzonder. Oh, daarom. En toen legde ik ook uit van, en wat we dan doen met dat offer, is we delen hem in drieën. En één daarvan, daar eet jij van aan je kinderen. En een derde, dat bewaar je. En een derde geef je aan de armen. Mm-hmm. Weet je? Oh, bijzonder. Oh, maar daarom, bij mij is ook een keer aangeklopt, weet je. Door Hassan, mijn buurman. Die kwam ook met een stuk vlees en wat koekjes en zo. En dan begint dat kwartje te vallen. Die puzzels komen op hun. En dat creëert dus begrip, weet je. Maar nogmaals, soms heb je die informatie en durf je die ook te delen. Soms heb je de informatie, maar denk je van nee, ik blokkeer helemaal als ik voor anderen moet gaan praten. En soms heb je de informatie helemaal niet. En het maakt echt niks uit als jij zegt op dat moment van, dit heeft met mijn religie te maken. Maar alle ins en outs ken ik nu even niet. Maar ik kan het wel even navragen of opvragen of onderzoeken en hier later op terugkomen. Ja. So what? Ja. Nee, mooi dat je dat benoemd, spannend. Ja.
dat maakt het ook wel interessant om dan verder te gaan op het onderwerp van als je op school zit of werk, ja. Dat mensen dan... inderdaad, ja, de intenties verschillen. De ene heeft een goede intentie, wil gewoon leren. De andere die wil gewoon misschien jou dwars liggen. Of die wil niet per se wat leren, maar gewoon jou testen eigenlijk. Mm-hmm. En daar komen ook wel bepaalde twijfelachtige dingen uit. Ja. Wat ze dan kunnen opgooien. En zeker als iemand weinig kennis heeft of weinig les heeft gehad. En niet precies weerbaar is tegen deze twijfels. Ja. Kan dat een probleem veroorzaken? Ja, zeker. Wat zijn die twijfelachtige dingen wat ze vaak benoemen en hoe kunnen we daar iets tegen doen? Het zijn uitspraken waarvan je soms echt gewoon versteld staat. Waar soms ben je helemaal verrast van dat je denkt van wow, hoe ga ik hier antwoord op geven? Want het lijkt zo erg overtuigend over te komen, weet je? Van, en dat, daarom noem ik ook een shubha, iets wat twijfel zijt. Als een ander dat hoort, dan denk ik, nou heb je echt een punt, weet je? Ja. En daar sta je dan. Dat zie je ook vaak, dat de rest dan ook knikt. Van, goeie. Ik heb bijvoorbeeld, kijk, en je noemt het net al, de situaties verschillen. Soms is het een opmerking, zomaar uit het niets. Soms is het een opdracht, schoolopdracht. Mm-hmm. Soms heeft het te maken met een thema waar je samen als klas naar kijkt, bijvoorbeeld. En wat vinden jullie hiervan, bijvoorbeeld? Ik heb van alles meegemaakt. Ik heb wel eens... dat we een video moesten kijken, ging over euthanasie bijvoorbeeld. Dan zag je een hele bejaarde vrouw en die zegt, ik zie het niet meer zitten, et cetera. Ja, ja. En op het einde wordt ons gevraagd, wat vinden jullie hiervan? En weet je, het ergste is, als sommige islamitische klasgenoten zeggen van, ja, in deze situatie zou ik wel kiezen voor euthanasie. Ja, ja. En dan moet jij dat even gaan rechtpraten van waarom dat absoluut niet mag vanuit jouw religie. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dan moet je heel sterk zijn. En toen werd er tegen mij gezegd van, ja, die mevrouw ziet er toch niet meer zitten. Het is toch haar keuze? Ja, maar... wij hebben helemaal geen eigen keuze. Allah subhanahu heeft ons geschapen. Ben jij met jouw eigen keuze geschapen? Heb jij jezelf geschapen? Het antwoord is nee. Mm-hmm. Ik ook niet. Dus we zijn geschapen door Allah subhanahu ta'ala met duidelijke richtlijnen. Hij weet wat beter voor ons is. Hij weet blijkbaar de hikma is van het lijden soms. Gereinigd worden van zondes. Ja. Maar ik heb helemaal niet zoveel zondes. Oké, dat zeg jij. Nou, laten we ervan uitgaan dat je geen zondes hebt. Dan is dat niet alles. Daar houdt het niet op. Nee, in rangen stijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Pas als je ziet wat je in het paradijs terugkrijgt, dan denk je misschien van, had ik maar twee benen verloren in plaats van één been. Had ik maar die ziekte gehad naast die ziekte gehad, bijvoorbeeld. Maar zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, bel tu'thirun al-hayat al-dunya wa al-akhirat ukhairun abqa. Jullie verkiezen het wereldse leven, want we denken zeg maar vaak tot hetgeen wat we kunnen zien aan waarneembare zaken. Terwijl het hiernamaals beter en blijvender is. Mm-hmm. Goed, dan hebben we het dus over die verschillende situaties. Soms een opmerking, soms een thema, soms een discussie. Ik heb wel eens een discussie gehad. We hadden een opdracht en dan moesten we Fins discussiëren. Nou, wat is Fins discussiëren? Is dat je een thema neemt waar meningsverschil over is in de klas. Dan ga je daar als groep over discussiëren. En dan mag maar één persoon aan het woord zijn. En als hij klaar is, dan neem je 4 seconden de tijd om na te denken. Mm-hmm. En dan pas mag je terugreageren. Goed, nou, wat was het onderwerp? Een hele gevoelige. Het was net Paarse Vrijdag geweest. Dus, hoe sta je hierin? Nou, de ene zegt, ja, ik vind het gewoon kunnen. De ander zegt, oké, goed, zullen we het even wat specifieker maken? Wat vind je kunnen en wat vind je niet kunnen? Oké, goed, dat kinderen onderwezen worden op zo'n jonge leeftijd over het LHBT gebeuren, et cetera. Ik zei, oké. Docenten zegt, is hier meningsverschil over? Ja, er was duidelijk meningsverschil over. Ja. Oké, goed, wie wil beginnen? En toen werd iemand gevraagd, die zei, ja, ik vind dat het gewoon moet kunnen. Oké. Toen werd ik gevraagd, van, wat vind jij ervan? Ik zeg, ik vind dat het niet moet kunnen. Oké, waarom vind je dat het niet moet kunnen? Toen zei ik van, die kinderen zijn nog te jong om te begrijpen wat de gevolgen zijn van hun keuzes en om te begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Dus als je al bij zo'n jong kind van 4 of 5 of 6 jaar oud over begint van, dit lijkt wel een meisje, maar het is helemaal geen meisje. Het kan ook een jongen zijn. En dit lijkt wel een jongen, maar het is geen jongen. Misschien is het een meisje. En misschien is het een kat of een dier of een boom. Het is zo verwarrend voor dat kind. Dat lijkt helemaal de war. Ja. Als een kind Spider-Man heeft gekeken, wat gaat hij doen? Wie gaat hij nadoen? Ja. Hij gaat Spider-Man nadoen. Als een kind heeft gekeken naar Batman, wat gaat hij nadoen? Batman. Mm-hmm. Moeten we dan gaan opereren en veranderen in Batman? Absoluut niet, want het is gewoon eventjes iets wat hem bezighoudt. Ja. Dus om dan nu al te zeggen van, hey, die moeten we blokkers geven van alles nog wat, om zijn hormonen, et cetera, te besturen. Ik zei, dat vind ik nog
absoluut niet. Ik vind dat absoluut niet kunnen. Oké. Ging de discussie dus verder. En toen zei ik tegen die persoon, oké, mag ik jou wat vragen? Hij zegt ja. Ik zeg, heb je kinderen? Hij zegt ja, ik heb kinderen. Oké, hoe oud is jouw kind? Hij zegt 4 ongeveer. Oké. Ik zeg, wat zou jij ervan vinden? He, want jij zegt van, hij zei van, ik denk dat het mogelijk is dat een persoon in het verkeerde lichaam geboren is. Ik zeg, oké. En dat is onbegrensd, alles is gewoon mogelijk. Hij zegt, ja, alles is gewoon mogelijk. Oké. Dus hoe een persoon zichzelf legitimeert, zo moeten wij hem dus accepteren. Hij zegt, ja, dat is precies wat ik bedoel. Ik zeg, oké. Wat vind jij ervan als een man van 64, een zedendelinquent, aangeeft dat hij zichzelf 4 jaar oud vindt? Ja. Zo legitimeert hij zichzelf. En hij wilt in de klas met jouw zoontje van 4 en samen met hem spelen. Vind je dat kunnen? Nou, toen was het even stil, want hij begreep de boodschap. Want als je zegt van het is onbegrensd, dat betekent dat je dat moet accepteren. Oké, toen waren we daar al klaar mee. Toen had een andere persoon gezegd van ja, maar wat jij eigenlijk doet, nu komt het, Shubahat. Ik vond het echt een hele sterke. En dan moet je echt wel even nadenken. Die persoon zei van nou oké, met alle respect, Abdurrahman. Wat jij doet, dus jouw kinderen opvoeden met de islam, ja, dat is eigenlijk indoctrinatie. Want jij geeft ze geen mogelijkheid om een andere keuze te maken, behalve de islam. Vind je dit sterk of niet? Het is een sterke shubha. Ja. Ik vind het een heel sterke shubha. Ja. Dat sta je, ja. Ga daar maar even op in. Ja, ja. Toen zei ik tegen deze persoon, ik zei tegen haar, het was een vrouw, ik zei, weet je wat ik doe? Jij doet precies hetzelfde. Hoe bedoel je? Ik geloof helemaal niet. Ik ben atheïst. Ik zeg, en dat is ook een geloofsovertuiging. Ja, mijn overtuiging is de islam. Jouw overtuiging is het atheïsme. Ik heb mijn kinderen de islam meegegeven. En jij hebt jouw kinderen atheïsme meegegeven. Dus jij doet precies hetzelfde als ik. Maar weet je wat het verschil is? Zeg wat? Ik zeg, mijn kinderen, het zal ze niet baten dat ze als moslim zijn opgegroeid in een islamitische huis, terwijl ze later niet zelf geloven wat ik heb geloofd. De islam is niet iets wat we als zeg maar een soort van erven, wat we erven, weet je. Het is niet zo van omdat mijn ouders moslim zijn, ben ik standaard moslim. Nee, ik moet die identiteit, dat geloof, die geloofsleer, moet ik bij mezelf zien aan te wakkeren met kennis, met iman, met geloven zelf. Want ik kan niet zeggen omdat mijn vader gelooft in Allah, ben ik ook moslim. Nee, omdat mijn vader gelooft in Allah, is hij moslim. En omdat ik geloof in Allah, ben ik ook moslim. Heb ik niet die overtuiging, kan ik buiten de islam treden. Want ik geloof nergens in. Dus vrije wil is... Dus die vrije wil is het allerbelangrijkste om moslim te zijn, kunnen zijn en te kunnen blijven. Ja. Snap je? Dus dit is even iets van wat sommige mensen denken van wow, ja, oké, nou, zo'n uitspraak is heel zwaar, heel beladen, ja. Maar hoe ga je daarmee om? Dus mijn advies is, verdiep je echt in je geloof. Want het gaat hier niet om het opzoeken van een dialoog. Weet je, dat laten we aan de geleerden de dialogen voeren. Je hebt geleerden zoals Ahmed Didet. Je hebt zijn leerling Zijkernijk bijvoorbeeld, die zich verdiept hebben in christendom. Anderen in het atheïsme, anderen in het jodendom. En die voeren dialogen. Goed, dat is een niveau op zich. Maar jij en ik, omdat we met dagelijks gewoon in contact komen met mensen, gaan we ook dagelijks gewoon heel veel vragen krijgen over ons geloof. En dat is niet altijd met de verkeerde intentie. Soms met de verkeerde intentie, soms met een hele goede intentie, soms uit interesse. En dan is het belangrijk dat jij jezelf bewapend hebt met kennis, dus beladen hebt met kennis, om ook echt mensen te kunnen helpen. En als je dat niet hebt, zeg dan van, ik heb hier geen antwoord op. Een hele goede vraag, maar ik kom erop terug. Ik stuur je een linkje, een video, een boekje. Of je vraagt even aan de imam of dergelijke. Ja, ik denk dat het ook helpt om in ieder geval voor jezelf te weten van overal is, of op elke ja, twijfelachtige shubi, zeg maar. Ja, shubha. Is er een antwoord. Ja. Er is altijd een antwoord vanuit de islam, in de Koran of in de hadith of van de geleerden. En zoals je in het begin zei, van de maatschappij verandert, maar er is altijd iets waar je op terug kan keren. Wat te herleiden is in een van deze bronnen. Ja, vanuit de bronnen. En als je in ieder geval dat als basispunt hebt, van oké, er is altijd antwoord, alleen op dit moment weet ik het gewoon niet. Hoe erg het ook lijkt in te gaan op de norm en op waar iedereen in meegaat. Er is altijd een
een antwoord en oplossing te vinden. Zoek de tekort aan kennis bij jezelf en niet bij het geloof. Weet je? Het geloof heeft er een antwoord op, maar ik moet me daar nog in verdiepen. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook in de Koran, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, weet je? En zeg, o mijn Heer, voorzie mij van kennis. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Jullie zijn van slechts weinig kennis voorzien. Moet je je voorstellen hoeveel professoren je in de wereld hebt. Hoeveel geleerden je in de wereld hebt. Zowel islamitisch als op wereldniveau. Maar nog steeds zegt Allah subhanahu wa ta'ala, we weten zo weinig van de mens af. En van het ontstaan van de mens. En hoe dat allemaal gegaan is. En het hart. En we doen dagelijks onderzoeken. En zelfs dan kom je soms tot met een ongelooflijk grote... hoe noem je dat? Weet je, na zo'n onderzoek, dat je kom je met een... Conclusie. Ja. En dan hoor je van, oh, dat staat al 14 eeuwen in de Koran. Oh, hoe bedoel je 14 eeuwen in de Koran? Ja, hier heb je het bijvoorbeeld. Dus de schepping van de mens, het ontstaan van de mens, het heelal, het leven, de dood, na de dood, tijdens het leven. Alles wordt beschreven in de Koran. Maar het is een kwestie van zoeken en onderzoek doen. En daarom zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, vraag het aan de mensen van kennis als jullie het niet weten. Ja. En neem het niet altijd aan. En zeker wees altijd kritisch naar degene die twijfels opgooit. Zeker. Wees altijd kritisch. Ja. Je mag ook kritisch zijn naar diegene. Zeker. Dus niet altijd aannemen en denken van oké, iedereen mag maar kritisch zijn naar mij en naar mijn geloof. Nee, andersom ook. Stel diegene ook vragen. Hoe kom je daarbij? Waar haal je het vandaan? Ik begin altijd zo. Wie bepaalt dat? Ja. Wie bepaalt dat... Wie bepaalt wat goed en fout is? Ja. Hoe kom je erbij dat dit goed is? Wie heeft dat bepaald? Wie bepaalt dat het van de islam is? Weet je? Iemand zegt van jullie moslims zijn ervan overtuigd dat. Ik zeg oké, en waar heb je dat vandaan? Daar heb je al iemand klem, weet je? Dus hij moet nu... Kijk, de doel is vaak bij dialogen... is dat iemand jou in discrediet brengt... en dan moet jij je maar even uit de modder redden. Ja. Maar nee, draai die bal even om. Mm-hmm. Voordat jij mij in discrediet gaat brengen, voordat jij mij ergens van vals van overtuigd beschuldigt, kom jij maar even met een onderbouwing van dat wij dat geloven, wat jij nu zegt. Dan heb je al iemand klem. En als hij dan met die onderbouwing komt, dan is de vraag van, heeft hij het wel goed begrepen? Zijn het wel de juiste bronnen? Dus dan heb je stap 2 om een persoon eigenlijk weer tegen te spreken. En dan pas stap 3 van, stel je voor dat het ook echt klopt, weet je, is dat dan de juiste interpretatie ervan? En let op, ik geef gewoon een voorbeeld wat ik wel eens naar mijn hoofd heb gegooid gekregen. Ik heb ook wel voor de lokale moskee heb ik studenten van de christelijke hogeschool begeleid. Dat deed ik dan elk jaar. En dan kwamen er 280 leerlingen van de christelijke hogeschool in groepen van 20 ongeveer. Achter elkaar kwamen ze langs. En dan moesten we thema's met ze behandelen. En dan kregen we heel vaak vragen over... Ja, en zomaar uit het niets. Hè? We praten over de rol van de moskee. Ja. Dan krijg je een vraag over van... Ja, christenenvervolging. Dat vind ik echt erg hoe jullie daarmee omgaan. Oké, goed. Nou, sorry meneer. Het heeft niks met het thema te maken. Dus eigenlijk zou ik er niet op in moeten gaan. Ja. Maar weet je, ik zal je een plezier doen. Weet je? Heb je je verdiept in de geschiedenis? Wat bedoelt u precies? En wacht eens even. En niet alleen maar christenenvervolging, maar ook jodenvervolging. Oké, is goed. Nou, nog beter. Weet je? Heb je je verdiept in de geschiedenis? Dat wordt gezegd dat moslims dat gedaan hebben. Oké, nou goed, waar dan precies? Nou, die vraag stel ik niet eens, maar ik ga meteen naar de point. En ik zeg van, heb je je verdiept in bijvoorbeeld de geschiedenis van Andalus? Ja, dat de Moren in Spanje waren, oké, toen die verdreven werden. Door wie zijn die verdreven? Ja, door de christenen. Oké, en wie zijn met ze verdreven? Weet ik niet. Ja, nou, de Joden bijvoorbeeld, die werden vervolgd door de christenen. Mm-hmm. En weet je wie ze in bescherming heeft genomen? Nee, weet ik ook niet. Nou, dat waren de moslims. Hoe dan? Ja, die zijn met ze verhuisd naar Marokko. Nee. In Marokko hebben we de allergrootste Joodse groep mensen, burgers. Gemeenschap. En 10% van de Israëlische Joden is Marokkaans. Mm. Dus wij Marokkanen hebben dus de Joden, dat leert ons geloof ons, we hebben ze beschermd. Dus ze hebben in Marokko geleefd voor eeuwenlang. Eeuwen. Dus als je iemand aan het vervolgen bent, die gaat niet eeuwen met je blijven. Ja. En die hebben de hoogste functies, weet je. Tot de dag van vandaag. Even een voorbeeld. Gaan we naar de christenenvervolging. Als we kijken naar Palestina bijvoorbeeld, Jeruzalem, Al-Quds. Dan was er een verdrag wat opgesteld is. Dus Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu.
En die heeft de christenen onder bescherming genomen tegen de joden. Omdat de joden weer wraak hebben genomen. En er is een verdrag wat tot de dag van vandaag nog steeds op de moskee van Amr al-Ghattab in Jeruzalem hangt. Tegenover de allerbelangrijkste kerk van de christenen in Jeruzalem. En dat is de kerk waar ze zeggen dat Isa alayhi salam daar gestorven is, zeg maar. Wij zeggen opgeheven. En dat verdrag hangt daar nog steeds van dat de christenen daar kunnen leven en mogen leven zonder tegengewerkt te worden. Ze mogen hun kruis dragen, ze mogen in de kerken verblijven, zolang de joden daar maar niet komen, want die waren dan onrechtvaardig naar de christenen toe. En weet je wat het mooiste van alles is? Die allerbelangrijkste kerk voor het gehele christendom over de hele wereld, de sleutel daarvan is tot de dag van vandaag nog steeds in bezit van de moslims. En die openen elke ochtend de kerk en die sluiten elke avond de kerk. Dat was de afspraak van Omar ibn Khattab met de priesters van de christenen bijvoorbeeld. Dus goed, als iemand met zo'n shubha komt, sta je met de mond vol tanden. Maar als je een beetje onderzoek gaat naar de geschiedenis, dan weet je dat er helemaal niks van klopt. En dit is gewoon even een voorbeeld. En er zijn tig voorbeelden. Dus overal is een antwoord op. Alleen je moet dan wel voorzien zijn van kennis. Ik geef nog even één simpel voorbeeld en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Bijvoorbeeld, ja, jullie moslims zijn vrouwonvriendelijk. Oké. Waarom vrouwonvriendelijk? Nou, of ze gaan richting de hijab, ja, want wij bedekken de vrouw, et cetera. Als je nu kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld. De vrouw. Kijk, een paar maanden geleden was er een hele discussie in de hele wereld en iedereen had medelijden met de Afghaanse vrouwen. Want de Taliban is aan de macht gekomen en die hebben ervoor gezorgd dat vrouwen niet kunnen ontwikkelen en niet naar school kunnen gaan. Ja. Wat gebeurt hier om de hoek? Dus dit werd dan tegen mij gezegd in de klas een keer. Van ja, wat vind je van de sharia-politie, et cetera? En kijk eens naar Afghanistan, daar mogen vrouwen dit en dat niet. Ik zeg, je bent heel ver weggegaan. Misschien 6000 kilometer of 7000 kilometer. Ik zeg, 150 kilometer hier vandaan. In een land dat heet België. En daarachter heb je een ander land dat heet Frankrijk. Mogen vrouwen ook niet zomaar naar school gaan, gekleed zoals ze gekleed willen gaan. En worden ze ook beperkt in hun kleding. Dus ik weet niet waar we moeten beginnen, maar ik zou dichter bij huis beginnen als we prioriteiten moeten stellen, weet je. En dan is men helemaal stil, weet je. En hebben we het over de hoofddoek of over de hijab. Ja, dat is vrouwonvriendelijk en vrouw onderdrukkend. Wie onderdrukt een bekeerlinge? Zij is zelf bekeerd tot de islam. Ze heeft geen vader die haar verplicht om de hijab te dragen. Geen broer, geen man, geen de. En dan wordt er graag gezegd, ja, maar dit is vrouwenonderdrukking. Ja, maar ik wil zelf dragen. Een ander die gaat naakt naar het strand toe en ik wil mijn lichaam bedekken. Ja, maar nee, dat is vrouwonvriendelijk. Sorry hoor, maar denk je wel na over wat je zegt, weet je? Dus dat is soms de boodschap, van denk je wel na over wat je zegt. En hetzelfde geldt voor, ja, jullie moslims geven de vrouw de helft, want dit is een shubha, hè? Het is een belangrijk shubha, wat niet alleen maar voor vanuit de niet-moslims komt, maar ook voor de moslima zelf. Kijk, we hebben, dit heeft allemaal met identiteit te maken. Sommige mensen denken wel, je gaat alle kanten op, maar dit heeft allemaal met identiteit te maken. Ja. Van tijd tot tijd heb je een nieuwe shubhat. We hebben in de geschiedenis van de mensheid, hebben we elke keer te maken gehad met een nieuwe gedachtegoed, weet je? Ene keer is het een geloof, andere keer is het een bepaalde gedachtegoed, zoals of dat nou het individualisme is, of dat nou het feminisme is, of dat nou iets anders is. Kijk, als je je verdiept in deze gedachtegoeden, dan zie je dat het gebaseerd is op een goede intentie. De vrouwen wouden de gelijke rechten of dezelfde rechten hebben als mannen. Waarom? Want mannen konden studeren, vrouwen konden dat niet. Oké, is dit goed of niet? Ja, toch? Is toch een mooi doel? Ja, ik vind het een prachtig doel. Ja. Oké, moeten we hiervoor opkomen? Ja, toch? Ja, ja, ik vind dat we hiervoor moeten opkomen. Een vrouw heeft ook het recht om zichzelf te ontwikkelen. Oké, maar hebben de moslima's het exactzelfde probleem als de niet-moslima's in het Westen? Wij hebben dat totaal niet. Waarom? Want de islam heeft de vrouw rechten gegeven. Het eerste geloof in de wereld wat vrouwen recht heeft gegeven is de islam. We hebben een sora in de Koran, wat sora de Nisa is, de sora van de vrouwen. De vrouwen hebben erfrecht gekregen, bestond toen niet. Het bedekken van lichamen, het kuisheid bewaren. Vrouwen juist niet onvriendelijk behandelen, niet mishandelen, niet verkrachten, et cetera. Islam is juist gekomen met dit soort belangrijke fundamenten en gedragsetiketten. Goed, en dan zegt men bijvoorbeeld van ja, wij hebben niet dezelfde rechten gekregen als mannen, want mannen kunnen studeren, wij niet. Ja, dat was in het Westen zo, maar in de islam niet. De allereerste universiteit op de wereld, ga googlen.
pak gewoon even je telefoon erbij. Typ even in van wat is de allereerste universiteit op de wereld. Welke is dat? Dat is de Universiteit van Qalawiyin in Marokko, in Fes. Gebouwd door een man of door een vrouw? Door een vrouw. Dus wat zegt dit over de moslims? Liepen wij achter of liepen wij voor op het Westen? Wij liepen voor op het Westen. Dus laat jezelf niet met bepaalde shubuhat voor de gek houden. In de islam was het zo dat je mannelijke geleerden had en vrouwelijke geleerden had. Een vrouw mocht zichzelf ontwikkelen. De vrouw van de profeet was een handelaar. Was een onderneemster. Khadija. Radiyallahu anha. Dus doe niet alsof vrouwen allemaal opgesloten zaten thuis en geen rechten hadden. Nee, dit is de islam waar wij in geloven. Niet het islam wat ons wordt voorgehouden. Dus vrouwen hadden rechten, vrouwen mochten ondernemen. Vrouwen droegen juist hijab om zichzelf te beschermen, om hun kuisheid te beschermen, om hun schoonheid te bedekken, et cetera. Vrouwen mochten studeren. Dus als men zegt in het Westen, jij moet opkomen voor de vrouw en het feminisme, et cetera, dan zeg ik van heel fijn, maar wij hebben dat probleem niet. Dat is jullie probleem en kom maar op voor de vrouw. Maar bij ons was dat al zo. Ja. Dus daarom is mijn boodschap aan de vrouw en de vrouwelijke kijker ook van, laat jezelf niet voor de gek houden. Verdiep je even in de geschiedenis. Want dit gaat niet over jou. Dit gaat niet over mijn zus, mijn moeder, mijn dochter en mijn vrouw. Want wij hebben dit niet nodig. En het sluipt er echt in. En sommigen krijgen al error als je over vrouwen begint. Maar nee, er zijn dingen waarmee mannen aangesproken moeten worden. En er zijn dingen waarmee vrouwen aangesproken moeten worden. Sommige dingen zijn mannenproblemen en die moeten ook besproken worden. Sommige dingen zijn vrouwenproblemen en moeten ook besproken worden. Dus terug naar dat erfrecht, dan zeggen ze van, ik heb een heel duidelijk bewijs vanuit de islam dat jullie vooral onvriendelijk zijn. Oké, goed. Wat is dat? Ja, vrouwen krijgen de helft als erfenis van wat de mannen krijgen. Nou, hebben we een probleem, toch of niet? Ja, een probleem. Vind je deze overduidelijk of niet? Dat wij onrechtvaardig zijn en vooral onvriendelijk? Het lijkt zo. Het lijkt zo, dat zeg je heel goed. Het lijkt zo. Want als je niet begrijpt wat de onderbouwing ervan is, en de betekenis ervan is, dan denk je, ja, nu hebben we echt een probleem. Kan die imam heel mooi zeggen dat we niet vrouwenvriendelijk zijn, maar hier heb ik geen antwoord op. Ja. Maar wat is de onderbouwing hiervan? In de islam is het zo, we maken snel even een rekensom. We hebben een man, die heet Ahmed. Deze man die ligt op zijn sterfbed. En deze man heeft 1 zoon en 2 dochters. Zijn zoon heet Uthman, zijn dochter heet Khadija en de andere heet Fatima. Dus hoeveel kinderen hebben we? 3 kinderen. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? 2 vrouwen, 1 man. Okay. Oh, 2 vrouwen, 1 man. Ja. Goed. Ja. Laten we zeggen dat Ahmed komt te sterven en hij laat 2000 euro na. 2000 euro. Hoe zouden we dit moeten verdelen volgens de islam? Hoeveel krijgt Uthman en hoeveel krijgt Khadija en Fatima? Uthman krijgt meer. Hij krijgt meer. Hij krijgt meer. Ach, vrouw onvriendelijk. Ja, ja. Nou, heb ik je. Is niet gelijk. He, niet gelijk. Hoe kun je dat nou zien? Dus je zijn vrouw onvriendelijk, je zijn vrouw onderdrukkend en et cetera, bla bla bla. Goed, klopt dit? Nee. Inderdaad, Uthman krijgt 1000 euro. Khadija en Fatima krijgen 500. Goed, dan zouden alle poppen aan het dansen hebben. Dan natuurlijk, kijk, zie je wel, hij zegt het zelf. Hij ontkent het niet eens, hij schaamt zich er niet eens voor, et cetera. Wacht toch eventjes voordat je je oordeel velt. Nu komt het. Wie was financieel verantwoordelijk voor het onderhouden van Khadija en Fatima voor het sterven van Ahmed? De vader. De vader, Ahmed zelf. Oké. Okay. Nu Ahmed is komen te overlijden. Wie is nu financieel verantwoordelijk voor het verzorgen van Fatima en Khadija financieel? Dat valt op de... Wie? Dat valt op de broer van de hem. Broer, oké. Nu moet Ahmed de huur betalen. En huur is 700 euro. Let op. 700 euro. Hij moet boodschappen gaan doen. Laten we zeggen dat ze die maand heel krap houden. Met 50 euro kun je niks meer kopen. Brood maar, met water. Hè? Alleen brood met water. Brood met water. Nou, laten we zeggen, boodschap is 50 euro per week. Nou, je kunt daar niks mee. Een kind kan daar niks mee. Laat staan volwassen. Maar goed, 50 euro. Wat betekent dat op maandbasis? Hoeveel is hij kwijt aan zijn boodschappen? 4 keer 50 euro? Of ja, 200 euro. 200 euro. 700 euro huur. 200 euro boodschap is hoeveel? Is 900 euro. Gas, water, licht, laten we zeggen, ze hebben bijna de lamp niet aangezet. En geen gas gebruikt, want water en brood. Dus we zeggen 100 euro. Okay. Dus hoeveel is dat totaal die maand? 1000 euro. Ja. Nog geen zorgverzekeraar betaald of wat dan ook. Hoeveel houdt Ahmed over aan het einde van de maand?
Hij gaat in de min staan. Ja. Oké. Okay. Hoeveel houdt Khadija en Fatima over aan het einde van de maand? Allebei 500 euro. 500. Heeft Uthman het recht om tegen zijn zussen te zeggen, kom maar hier met die 500 euro? Nee. Absoluut niet. Volgens de islam. Hè? We praten nu niet over volgens de tradities in Marokko of Turkije of welk ander land. Maak onderscheid tussen tradities en islam. We praten nu over islam. Dus alle tradities zijn acceptabel in de islam als ze overeenkomen met de islamitische richtlijnen. Alle tradities die tegenstrijdig zijn met de islam, die worden ook verworpen. Mm-hmm. Dus even niet dingen met elkaar mengen, weet je? Ja. Dus dit is het verhaal van de vrouw krijgt de helft van wat een man krijgt. En niet alleen maar dat oppervlakkige van ja, mannen krijgen meer dan vrouwen. Mm-hmm. Dus beste zuster, er is geen één systeem op de wereld, geen één geloof op de wereld wat jou het recht geeft om thuis te blijven zitten als een prinses, als een koningin. Niet te hoeven werken behalve de islam. Dit is de werkelijkheid. En niet van jullie onderdrukken vrouwen mogen thuis. Nee, als we kijken naar het feminisme, eerst was we willen gelijke rechten. Wie klaagt er nu over, ik moet werken vandaag? Wie is dat? De vrouw. Mm-hmm. Waarom moet jij werken? Wie heeft jou dat verplicht? Ja, anders kan ik de huur niet betalen. Oké, nou, in de islam moet een vrouw helemaal niet werken. In de islam moet een vrouw helemaal geen huur betalen. Wat mensen onderling hebben afgesproken, dat is aan elke huwelijkspaar. Elk echtpaar. Mm-hmm. Maar wat de islam ons beveelt, is overduidelijk. De man die moet een vrouw financieel onderhouden. Dus dit zijn bepaalde shubuhat, ook al heeft het wat langer geduurd, maar die moeten benoemd worden, want hiermee word je dagelijks naar je hoofd gegooid. En hierdoor zul je mensen die er geen weet van hebben, zullen ook echt twijfels krijgen over hun geloof. En twijfel over je geloof is echt een hele gevaarlijke situatie, een hele gevaarlijke zaak. Ja, zeker. Het is echt vooral het laatste voorbeeld van vrouwen. Dat we vrouwen onderdrukken. Ik denk dat het iets is wat blijft terugkomen. En, zeker. Ja. Ik denk ook dat je een beetje bij jezelf moet aanvoelen. Oké, als ik deze vraag krijg, weet ik niet hoe ik hiermee moet omgaan. Dat betekent juist dat je daarin moet verdiepen en proberen jezelf daarin te kennis over op te doen. Zodat je in ieder geval voor jezelf, als eerst voor jezelf, een goed antwoord hebt. Zodat je ook jouzelf tot rust komt. Ja. En niet laat overmannen door twijfels, want het is niet nodig. Zoals we net hebben gezien. Ja, alles heeft een context, alles heeft een uitleg. En soms duurt het wat langer, maar dan heb je ook wel echt een... Zeker. Ja. En de islam leert ons ook om onderzoek te doen. De islam draagt ons ook echt op om kennis op te doen. Islam is geen geloof van onwetende mensen. Weet je, Allah wordt niet aanbeden door onwetendheid. Allah wordt aanbeden door middel van kennis. Weet je? Hoe meer kennis je hebt, hoe sterker je geloof staat. Hoe meer je hem aanbidt en hoe beter je hem aanbidt. Er zijn genoeg voorbeelden en ik heb de vers al genoemd. En de allereerste vers wat geopenbaard is aan de profeet Hassan was Iqra, lees. Niet van lees niet of wees onwetend, nee lees. Weet je? Dus dat is wat ons geloof ons leert. Ja. Ik geloof ik voor het delen met ons van hoe we daarmee moeten omgaan. Ja. En ook het uitlichten van een van de grootste twijfels die vandaag de dag worden opgegooid. Ja. Dat brengt ons naar het laatste onderwerp. Mm-hmm. En dat zijn we hebben het gehad over de shubuhat, de twijfels. Mm-hmm. Het heeft te maken met hoe ga je daar tegenin door kennis op te doen vooral. Aan de andere kant heb je de shubahat, of de, zeg ik het goed? De shahwat. De lusten en verlangens en dat waar je, waar de shaitan je ook naar oproept, waar jouw ziel ook soms naar neigt en waar op school en werk ook waar het heel erg speelt. Zeker als we het hebben over omgang tussen man en vrouw, hoe dienen we daarmee om te gaan? Ja, ik vind het een hele, hele moeilijke. Als ik nu kijk naar wat de jongeren allemaal op zich afkrijgen in de maatschappij, dan denk ik bij mezelf van, ja, Latif. Weet je, echt gewoon. Elke tijd, elke generatie lijkt erger dan de vorige. Weet je, ik noem maar wat. Als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld het christendom. 20, 30 jaar geleden, hoe de christenen erbij liepen bijvoorbeeld. Toen hadden nog van die lange rokken in het zwart en ze werden zwarte kousen genoemd, et cetera. Ja. En tv was van de devil en muziek was van de devil. Ja. En nu heb je bijvoorbeeld de grootste orgels in de kerken bijvoorbeeld. Als we het over onderwerp hadden, homofilie, dat was onacceptabel. En nu kun je als een homo
veel bijvoorbeeld trouwen in de kerk bijvoorbeeld. Ja. Dus van tijd tot tijd wordt alles alleen maar nog meer genormaliseerd, weet je. Kijken we naar vandaag de dag ook onder die moslimjongeren. Van, weet je, vroeger als je een afwijkende kapsel had, dan weet je, door bijna iedereen aangewezen. Van, oh, de zoon van die en die, weet je. Ja. Kijk hoe die erbij loopt. Ja, ja. Toen had je de gescheurde broeken. Kijk hoe die erbij loopt, alsof die van een trap afgevallen is. Ja, ja. Weet je, en nu heb je van alles en nog wat. Mm. Je kunt over je geaardheid beginnen, je kunt over je kleding beginnen. Jongeren krijgen zoveel op hun bordje. Vanaf jongs af aan, we hadden het net over de Paasen vrijdag. Jongen, kinderen kun je bijna niet meer naar school brengen. Van alles krijgen ze. Hoe ga je als ouder zijn alleen al je kinderen beschermen en antwoorden geven op hun vragen? Want ik heb ook echt gewoon Nederlandse collega's die zeggen van ja, ik heb er geen antwoord meer op. Wat mag je nog wel zeggen, wat mag je nog niet zeggen? Laat staan social media, laat staan vrienden en vriendinnen en contact, sociale contacten, et cetera. Dus het is echt een zware beproeving. En als we kijken naar de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn tijd al, waarin ze alleen maar eigenlijk te maken had met geloof en ongeloof. Dat was de strijd van toen. Toen vroeg hij Allah subhanahu wa ta'ala zo vaak in zijn sujud, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O u die de harten doet omdraaien, maak mijn hart standvastig op uw geloof. Hoe zou het dan zijn in deze tijd? Dan zou je eigenlijk een nacht moeten roepen en moeten smeken. Dus de jongeren hebben echt veel te verduren. Hoe zouden ze hiermee omgaan? Nou, ten eerste, wat zijn een aantal voorbeelden van wat ze eigenlijk op hun bordje krijgen? Nou, ik had het net al over bepaalde gedachtegoeden. Ik had het net al over thema's op school die besproken worden. Ja. Wat vind je kunnen, niet kunnen? Als je het op een net iets verkeerde manier uitlegt, of soms alleen maar jouw mening deelt van ja, ik vind dit niet kunnen, en het gaat over bijvoorbeeld homofilie, dan kan het zijn dat je straks je ouders, dat die op het matje worden geroepen. Ja. En dit is ook weer een shubha eigenlijk. Want er zijn heel veel termen vandaag de dag die echt gewoon misbruikt worden. Bijvoorbeeld acceptatie. We hebben het gezien, de hele discussie die speelde over de spelers, islamitische spelers in hun voetbalelftals, die zo'n One Love bandje niet wilden dragen. Goed, oké, waar gaat het om eigenlijk? Ja, het gaat om acceptatie van die ene groep die het al zo moeilijk heeft, et cetera. Ja. Nou, heel mooi, toch? Of niet? Oké, goed. Maar doe je dat dan met alle minderheden? Moslims schreeuwen al dag en nacht. En ik weet niet hoeveel jaar al van, hey, we worden tekort gedaan. We hebben niet dezelfde rechten. In sommige landen worden ze echt gewoon mishandeld. Ze zitten in concentratiekampen, zoals in China, de Oeigoeren en zo. Hebben we overal een bandje voor gedragen? Hebben we overal een vlag voor opgehezen? Nee, oké. Dus het is meten met twee maten. Dat is gewoon de harde werkelijkheid. Ja. Dus hou op met bepaalde termen, weet je. En als we het echt hebben over acceptatie, dan is de vraag eventjes van, waren we niet zo vrij in deze maatschappij om onze eigen keuzes te maken? Weet je, kijk, er is verschil tussen. Kijk, je moet het niet accepteren van een bepaalde gedachtegoed of gedrag, moet je niet meteen linken aan het mogen mishandelen van een groep mensen. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er als een moslim zegt van, sorry, maar ik accepteer dat niet, want het staat haaks op mijn geloven. Niet als moslim zijnde, als christen zijnde. In alle hemelse geloven is bijvoorbeeld helemaal homofilie verboden. In alle hemelse geloven. Dus voor de duidelijkheid, dit heeft niks met de islam te maken alleen. Dit is in het christendom zo. Of ze het nou accepteren of niet. In het jodendom is dat zo. In de islam is dat zo. Allah subhanahu heeft een heel volk heeft die vernietigd. En dat is ook bekend bij de christenen en bij de joden en bij de moslims. Staat in de Torah, in de Bijbel, in de Koran. Om deze daad. Dus dat jij mij nu verplicht om dat te accepteren, dat staat haaks op de vrijheid van godsdienst. Dus, ja, zeker. Maar dan komt het juist, oh ja, omdat jij het niet accepteert, ben je dus voor het mishandelen van zulke mensen. Nee, wie zegt dat? Dus dit zijn begrippen die echt verdraaid worden. Er is verschil tussen het niet accepteren van iets. Wij moeten ons als moslim zijn distancieren van alles wat Allah subhanahu wa ta'ala fout heeft beschreven in de Koran of Sunnah. Maar het mogen mishandelen, het kleineren, et cetera, hebben niks mee te maken. Dus net zoals het geloof, kies voor het geloof of niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt heel duidelijk in de Koran, lakum dinukum waliyadin. Hij zegt tegen de profeet, als hij hem zegt tegen de ongelovigen van Quraysh, voor jullie is jullie godsdienst, voor mij is mijn godsdienst. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Degene die wil geloven, die mag geloven. En degene die ongelovig wil zijn, mag ongelovig zijn. Betekent dat ongeloof dan toegestaan is? Nee, absoluut niet. Het is precies hetzelfde als dat je zegt van, als je door rood, je mag niet door rood licht rijden. Oké.
Wat gebeurt er als ik wel de rood richt? Krijg ik een boete? Ja, nee, je beperkt mij mijn vrijheid. Kan ik dat zeggen tegen de overheid? Nee, absoluut. Nou, dat doe je wel. Je beperkt mij mijn vrijheid, et cetera. En ik ga er een heel probleem van maken. Ik haal een groepje mensen, die gaat er om me heen schreeuwen, gaan vlaggen ophijsen. Want Abdurrahman wordt beperkt in zijn vrijheid. Is dit logisch? Is dit acceptabel? Nee. Waarom? Omdat als ik door rood licht rijd, dan breng ik mezelf en alle andere weggebruikers in gevaar. En zo kijkt de islam ook naar bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld seksuele gemeenschap tussen hetzelfde geslacht, et cetera. Je brengt jezelf en jouw nageslacht of de voortplanting van de mens brengen in gevaar. Mm-hmm. Wil je doen, wil je door rood licht rijden? Niemand springt voor jouw auto. Heb je wel eens een agent zien springen voor een andermans auto? Van, die gaat nu door rood? Nee. Mm-hmm. Wat doet hij? Je wordt of geflitst, of hij noteert jouw kenteken en je krijgt een boete thuisgestuurd. Ga dan niet klagen en van waarom krijg ik een boete? Nee, dat heb je zelf gedaan. En op die manier gaat de moslim ook om met de medemens. Van oké, ik maak mijn eigen keuzes, jij maakt jouw eigen keuzes. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid, yawm al-qiyama. Hier ga ik er niet over. Wat ik wel dien te doen, en dat is echt belangrijk, is ik dien het af te keuren. Ik moet het van mijn geloof afkeuren. Ik mag niets wat Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft normaliseren. Dus we doen niet als alcohol drinken alsof dat gewoon normaal is. Het verrichten van seksuele gemeenschap voor het huwelijk alsof dat gewoon normaal is. Nee, we zeggen van, ja, ik heb het gedaan, mogen Allah mij vergeven. Dat is veel beter dan als je zegt, ik heb het gedaan, so what? Ja. En dan, wie houdt me nou tegen, weet je? Nee, hierin moet een hele duidelijke scheidingslijn getrokken worden. En dat is van, er is verschil tussen een daad verrichten wat haram is, met de overtuiging dat het haram is, dat is veel veiliger dan een daad verrichten wat haram is, met de overtuiging van, so what, weet je? En wat maakt het nou uit? Of het is helemaal niet haram. Dit is een veel grotere zonde dan de daad zelf, want dit noemen we in islamitische termen al-istihlal. En istihlal kan een persoon, dus het toegestaan maken, kan een persoon buiten de oevers van de islam treden, laten treden. Dus er komt best wel wat theologie te sprake tijdens deze podcast, maar het is echt nodig, want wat ik vaak zeg is van, we worden heel blij als we weer zien dat iemand bekeerd is tot de islam en iemand staat op vrijdag op en die zegt ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. We worden heel blij mee. Maar we vergeten dat er honderden, misschien zelfs duizenden mensen op het randje van de afgrond staan. Yep. Omdat ze gewoon niet doorhebben dat zij heel dicht op de grens staan door hun tekort aan kennis. En niet doorhebben wat voor soort daden en overtuigingen zij hebben en dat dat bijvoorbeeld verboden is. Dus terug naar jouw vraag. Ja. Wat hebben jongeren vandaag allemaal op hun bordje? Heel veel. Zaken die echt haak staan op de aqida, op de geloofsleer van een moslim. Dus twijfel, zei je van, ja, wat als God bestond, dan was er helemaal geen oorlog op aarde. Bijvoorbeeld, toch? Hoor je altijd. Nee, dus omdat mensen juist van geloof afwijken, is er oorlog op aarde. Je kunt alles omdraaien. Kijk, omdat er religies zijn, is er oorlog op aarde. Nee, omdat mensen afgeweken zijn van het juiste religie, hetgeen wat geopenbaard is aan Isa alayhi salam, aan Musa alayhi salam, aan Mohammed sallallahu alayhi salam. Als ze daarvan af zijn geweken, want dat was één en dezelfde boodschap, geloven alleen in Allah en niemand naast hem, heb je juist oorlogen. En oorlogen zijn niet alleen maar ontstaan door religieuze mensen, maar ook door atheïsten en andere andersdenkenden. Dus klopt zo'n uitspraak? Absoluut niet. Goed, wat krijgt een jongere vandaag de dag op school en werk nog meer op zijn bordje? Via social media en via je sociale contacten heb je vandaag de dag gewoon zoveel te maken met van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, ik moet op die popster lijken. Ik moet op die bekende acteur lijken. Ik ben niet tevreden over mijn uiterlijk. Want de bekende, de BN'ers of alle bekende mensen in Hollywood hebben veel grotere borsten dan ik. Mm-hmm. Hebben veel grotere lippen dan ik. Hebben veel mooiere ogen dan ik. Die rijden veel mooiere auto's dan ik. Dus wat krijg je op een gegeven moment door zoveel te kijken en te kijken en te kijken naar wat er allemaal op social media wordt geopenbaard. Heb je echt gewoon dat, vooral onder vrouwen, maar ook onder mannen, dat mensen te kampen hebben met een lage zelfbeeld. Totaal niet meer tevreden zijn met zichzelf. Dus echt in de knoop raken met zichzelf. Depressies, ontevredenheid, et cetera. Dit is een probleem op zich al. Goed, wat krijg je daardoor? Onzekerheid. Dus mensen gaan naar school
Hey, subhanallah, ik ben iemand die vaak mensen observeert. Niet observeert in de gaten houdt en gaat gluren, maar meer van wat houdt iemand bezig? Wat zijn de beweegredenen van mensen die een bepaalde daad in het openbaar verrichten? En wat me opvalt, en vooral bij vrouwen, is hoe vaak mensen een spiegeltje erbij pakken op hun telefoon en even kijken, zo, weet je? Van, subhanallah, blijkbaar is een man die kijkt één keer in de spiegel in de ochtend. En volgens mij loopt hij de hele dag rond, et cetera. En hij is helemaal niet meer bezig met van hoe zie ik eruit. Want vanochtend was het goed, dus het zal nu ook wel goed zijn. Maar blijkbaar is die onzekerheid zo sterk. En is men alleen maar met wat vinden anderen van mij. Dat constant men daarmee geconfronteerd wordt. Van elke keer weer even kijken. Elke keer weer even zo doen. Elke keer weer even wat poeder erbij. Elke keer wat extra make-up. Lippen moeten vergroot worden. Lipfillers. Achterwerk moet vergroot worden. Borsten moeten vergroot worden. Op een gegeven moment zie je er niet meer natuurlijk uit. Dus hiermee krijg je te maken. Goed, jongeren weer in hun klas, hoe de klassen er nu uitzien bij de 13-jarigen, is totaal anders dan in mijn tijd. Weet je, totaal anders. Ik ben niet veel ouder dan jij of dan sommigen, maar subhanallah, in die tijd, make-up was denk ik een 13-jarige die begon misschien net met een beetje de wangetjes een beetje poederen. En that's it. En ging je een stap verder, had je wat lipstift. Nu heb je discussies onder docenten van, kan ik haar nog wel binnenlaten met die kleding? Want ze draagt bijna niks meer. En subhanallah, ja, een 13-jarige ziet eruit als een 26-jarige. Twee keer zo oud, weet je, qua uiterlijk en zo. Ik vind het echt moeilijk voor jongeren. Zowel voor de meisjes als voor de jongens. Meisjes puur die in de knoop zitten met dat laag zelfbeeld. En jongeren die echt gewoon denken van, ik ben pas 13. Je praat over trouwen, dat kan pas op mijn 26e. Hoe moet ik nog 13 jaar lang rondlopen in deze maatschappij, zonder dat ik een vriendin heb, zonder dat ik harame relaties aanga? En dit is echt wel een probleem. Dus ja, er zijn een aantal adviezen gegeven door de profeet, zoals het je ogen neerslaan, zoals bijvoorbeeld het vasten, zoals bijvoorbeeld bepaalde voedselproducten dat je die verlaat, die de hormonen juist aanwakkeren, et cetera, zoals chocolade. Ja, inderdaad, maar het wordt er niet makkelijker op. Ja, subhanallah. Heel veel uitdagingen voor jongeren. Dus echt veel uitdagingen, ja. Je hebt ook wat betreft de jongens ook, die worden ook, kan je zeggen, op hun mannelijkheid worden ze beproefd. Zeker. Op verschillende manieren, zeg maar. Ja. Door niet de juiste voorbeelden te hebben. Vaak niet vaak genoeg een mannelijk voorbeeld voor de klas bijvoorbeeld te hebben. Of waar ze werken of wat dan ook. En ook vaak op tv, op zelfs in tekenfilms zie je vaak dat de vader een idioot is die niks kan, op de bank zit en helemaal niks doet. Bij verschillende grappige programma's zie je vaak dat de vader op een of andere manier als een idioot wordt afgebeeld. En al die dingen hebben invloed ook op van oké, hoe ga ik een man zijn in deze maatschappij? En dan heb je ook nog eens de vraag van oké, ik wil heel graag trouwen, ik wil heel graag familie oprichten, maar waar moet ik beginnen? Ja, spannend. Ik was gisteren een discussie aan het luisteren van in een podcast. Dat ging over de hoeveelheid vrouwelijke volksvertegenwoordigers in het parlement. En er ging dus een hele discussie over. En men vond dat er nog steeds te weinig vrouwen in het parlement zaten. Mm-hmm. Toen dacht ik bij mezelf van, gaat het nou echt om geslacht of gaat het om kwaliteit? Ja. Kijk, als een vrouw beter is, dan kan een vrouw een bepaalde functie bekleden. Ja. Weet je? En als er twee goede vrouwen zijn, die dus allebei zeg maar capabel zijn, why not, weet je? Maar dat we exact dezelfde hoeveelheid moeten hebben, al ben je niet capabel, dat vind ik al, weet je, dan denk ik bij mezelf van, je bent doorgeslagen in jouw feminisme. En in jouw doel. Het begon met een goed doel, dus vrouwen moeten ook bepaalde rechten krijgen. Maar men is daarin doorgeslagen. En dat zie je bij alle gedachtegoeden, dat er verschillende stromingen ontstaan. Dus het begint goed en op een gegeven moment gaan sommigen echt de extreme kant op, de anderen de light kant op. En op een gegeven moment gaat het nergens meer over. Dus een vrouw is een vrouw en kan sommige dingen veel beter dan een man. Een man is een man en kan sommige dingen veel beter dan een vrouw. Accepteer dat, want zo zit de natuur van de mens in elkaar. Ga dan niet van je stoel afspringen en zeggen, nee, maar dat vind ik echt niet kunnen. Hoe bedoel je? Een man kan geen kind baren. Klaar, punt uit. Ja. Een vrouw is gewoon zachtaardiger. Een moeder is gewoon zachtaardiger naar haar kind dan een man. Punt uit.
Dus een man kan gewoon soms zwaardere dingen tillen. Punt uit. Weet je? En dat wil niet zeggen dat alle mannen zo zijn. Of ja. alle vrouwen zo zijn. Nee, er zijn ook mannen die bijna geen deukje in een pakje boter kunnen staan. Ja. Die heb je ook. En ja. die geen 5 kilo kunnen sjouwen, kan ja. ook. En je hebt vrouwen die echt wel sterk zijn. En sterker dan een man. Maar we praten nu echt over het algemeen. Ja. Het algemeen. Dus accepteer even hoe de mensen in elkaar zitten en hoe die geschapen is door Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zul je ook rust ervaren. Maar als je constant in de knoop bent met jezelf en dingen wilt gaan doen en grenzen wilt gaan verleggen, ja, op een gegeven moment denk je ook van. Dus ja, inderdaad. En vaak zie je dat sommige jongeren wel wat mannelijker zijn en meteen worden afgekapt van jij bent vrouwenvriendelijk of je bent echt een vrouwenhater of zo. Ja. Je hebt ook mannenhaters. En, ja, genoeg. Weet je, allebei vinden we verkeerd. Dus matig, kies de middenweg. Dat is wat de islam ons leert. Niet te veel uitwijken naar rechts en niet te veel uitwijken naar links. Niet zeggen van we hebben niks aan vrouwen of we hebben niks aan mannen. Ja. Er bestaat geen maatschappij zonder vrouwen en er bestaat geen maatschappij zonder mannen. We hebben elkaar sterk. Nodig en samen moeten we het doen. Sterk, inshallah, ja. Sterk afsluiter en dit topic. Ik denk dus, als we kunnen samenvatten over het laatste onderwerp, dat we hebben het gehad over de uitdagingen op school en werk en in bredere zin. Ja. Op gebied van twijfels, op gebied van lusten. Ja. Met name op gebied van lusten en uitdagingen daarin. Ja. Heb je een aantal zaken genoemd, zoals blikken neerslaan en proberen zoveel mogelijk voor jezelf te beschermen. Ja. En dingen te vermijden die jou in gevaar brengen. Mm-hmm. Waarom is dit belangrijk om jou? Waarom is het belangrijk om jou? Hoe noem je dat? Met een net woord. Om jezelf te bewaken. Je lust, je keisheid. Je keisheid te bewaken, ja. Waarom is dat? Want iemand kan denken van, ja, maar ik doe toch niemand kwaad. Ik ben gewoon, ja, bijvoorbeeld iemand kan een vriendin hebben. Iemand kan een vriend hebben. We doen niks kwaad. Ja, ik kan 20-30 redenen noemen. Ja. Waardoor het best wel kan uitlopen. Maar kijk, ten eerste, Allah subhanahu heeft het verboden. Ja. En hij verbiedt niet zomaar zaken. Je kunt het als standaard definitie nemen. Van alles wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft opgedragen, daar zit goedheid in. Of dat nou te maken heeft met goedheid, wereldse goedheid, of hiernamaals, daar zit gewoon goedheid in. En alles wat Allah subhanahu wa ta'ala ons verboden heeft, daar zit gewoon kwaad in. Of dat nou te maken heeft met wereldse kwaad of hiernamaals, dat kun je als een standaard definitie nemen. Maar goed, wil je bepaalde voorbeelden? Bijvoorbeeld het krijgen van kinderen die niet kunnen opvoeden, bijvoorbeeld voor een huwelijk. De islam leert ons om juist te beginnen met een zware akte. En dat is dus trouwakte. En hij heeft dat een mithaqan ghalidan genoemd. Een hele zware belofte. Dat wil zeggen, wij zijn nu aan elkaar gebonden, zolang we met elkaar getrouwd zijn. En dan hebben we rechten en plichten naar elkaar toe. We respecteren elkaar daarin. Dat wil zeggen, als er kinderen ontstaan, hebben die ook weer rechten en plichten. Dus zodat die niet verwaarloosd worden. Bijvoorbeeld, hoeveel vrouwen heb je nu al die roepen van, ja, die piep heeft mij in de steek gelaten en wel met 1 of 2 kinderen. Ja. Hoe ga ik ze nou opvoeden bijvoorbeeld? Nou, dat is wat je jezelf hebt aangedaan. Dus hij onderhoudt ze niet. Ja, dat is dus wat we proberen te voorkomen. Mm-hmm. Hij erkent ze niet. Nou, ook dat hadden we geprobeerd te voorkomen. Ik heb SOA opgelopen. Dat is wat we proberen te voorkomen. Weet je, en ga zo maar verder. Weet je, tig voorbeelden die ik kan noemen. Hij heeft mijn hart gebroken. Dat is wat we hebben proberen te voorkomen. Dus het is. Vrouwen denken soms dat ze beperkt worden. Maar echt waar. De islam probeert jou te beschermen. En Allah subhanahu wa ta'ala probeert je te beschermen tegen al het kwaad. Of dat nou afkomstig is van een man of van een vrouw. Dus het is om heel veel oneenigheid te voorkomen. Zodat kinderen ook weten wie hun vader is, wie hun moeder is. Ook dat is vandaag de dag echt een probleem in de maatschappij. Ja, wie is je vader, weet ik niet. En mijn moeder weet ik nog wel, want die heeft me natuurlijk moeten baren in het ziekenhuis. Maar mijn vader weet ik niet. Ik ken echt veel mensen die dat zeggen. Mm-hmm. Dus denk je dat dat zorgt voor een gezonde opvoeding? Nee, mentaal gezien? Absoluut niet. Weet je, je hebt een vader en een moeder nodig. Al zijn ze gescheiden. Zelfs dan leert de islam ons, walat en saul fadla benakom. Vergeet niet de goede tijden die we samen hebben meegemaakt. Ja. Dus, weet je, no hard feelings. Oké, wij komen er samen niet uit. Maar het blijft mijn kind, het blijft jouw kind. Dus die moeten we samen opvoeden. Zodat we duidelijke afspraken maken. Zodat ons kind op de juiste manier onderwezen wordt. Het geloof geleerd wordt, et cetera. In plaats van op straat op te zwerven. Of een junk wordt of wat dan ook. Of een crimineel. En voor een jongen die denkt van, ja, is het niet zo'n groot probleem om
een vriendin te hebben en zeg maar mee te gaan in zijn lusten en dat soort dingen te doen. Wat kunnen we daar, wat voor advies kunnen we geven aan? Ja, probeer jezelf in die schoenen te plaatsen. Mm. Hoeveel jongeren hoeveel meisjes zijn onbedoeld zwanger geworden? Maar in de zin van voor een jongen. Dus wacht even. Ik wil een stap verder gaan. Ja, ja. Kijk, hoeveel meisjes zijn onbedoeld zwanger geworden? Ja. En uit die zwangerschap is die ene jongen gekomen waar jij het over hebt. Ja. Die zegt van, waarom heeft Ahmed wel een vader en moeder en ik heb geen vader? Waarom wordt dat mij aangedaan? Ik ben nu anti-maatschappij, et cetera, want ik heb niet de vader die anderen hebben. Weet je, dus zo gedraagt hij zichzelf. Weet je, dat is ontstaan door die ene goede intentie van, hey, ik ben nog niet in staat om te trouwen. Het is zo moeilijk. Het is echt een mooie meisje uit mijn klas. Goed bedoeld. We gaan vast niet zo ver. En op een gegeven moment gebeurt het toch. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft niet gezegd, verricht geen zina. Zina is overspel, is seksuele gemeenschap voor het huwelijk. Hij heeft dat niet gezegd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, wala taqrabu zina. Kom niet in de buurt van zina. Dat is het verschil tussen verricht geen zina en kom niet in de buurt van zina. Kom niet in de buurt is veel strenger, veel duidelijker. Als je zegt van verricht geen zina, dan mag je misschien wel een vriendin hebben. Mag geen seksuele gemeenschap hebben. Mag je elkaar aanraken. Mag je elkaar een kusje geven. Mag je van alles doen. Maar als je zegt, kom niet in de buurt van zina, rijd dan niet langs. Heb geen contact ermee. Geen lichamelijke contact. Weet je, dus alle deuren zijn gesloten. Mm-hmm. Puur om de maatschappij te redden. Zodat de maatschappij gewoon overduidelijk veilig blijft. Van dat is de vader van die, dat is de moeder van die. Samen moeten zij dat kind verzorgen totdat hij volwassen is. Juist de opvoeding meegeeft, juist de scholing meegeeft, et cetera. Dus de islam is ook echt een sociaal geloof. Een geloof wat echt bezig is met sociale aspecten. Niet alleen maar met spirituele aspecten, religieuze aspecten. En dan zegt de profeet Salsam nog tegen die jonge persoon, die zei tegen hem van, ja, ik wil dat u mij toestemming geeft om zinnen te verrichten. Hij dacht van, ik kan niet meer. Net zoals vele jongeren vandaag de dag denken. Hij dacht, ik kan niet meer. Toen zei de profeet Salsam tegen hem van, zou je dat jouw zus gunnen? Hij zegt, a'udhu billah, weet je, van, tuurlijk niet, weet je. Mijn zus, een vriend? Natuurlijk niet. Zou je dat je moeder gunnen? Wat? Moeder heeft al een vader toch? Tuurlijk niet, weet je. Maar uit Allah. Zou je dat je dochter gunnen als je dus... Nee, tuurlijk niet. Je tante? Nee, tuurlijk niet. En zo ook andere mensen hun eigen zus niet. Hun eigen dochter niet. Hun eigen tante niet. Hun eigen moeder niet. Dus net zoals jij jouw zus op een manier wil wensen zien... wat jij zeg maar fijn vindt, wat jij respecteert... wat jou juist een heel hoog beeld van haar geeft... Zo zijn anderen ook met hun eigen zussen en dochters en moeders en tantes. Dus de islam leert ons ook om onszelf in andermans schoenen te plaatsen. Inshallah. We gaan richting de afsluiting van de podcast, inshallah. Zijn er nog tips die je op het eind van de podcast wilt delen met de kijkers? Ja. We hebben het natuurlijk over heel veel verschillende dingen gehad. Zeker. We zijn begonnen met het moment dat je de klaslokaal of dat je je werk weer terug ingaat. Ja. De vragen die je kan krijgen, gebedstijden, hoe je daarmee omgaat, verschillende uitdagingen op gebied van twijfels die mensen kunnen opgooien, maar ook de lusten die daarmee gepaard gaan. Ja. Dus we hebben verschillende dingen besproken. Is er iets waarmee jij zou willen afsluiten? Jazeker, en dat is oprechtheid. Weet je, wees oprecht in wat je doet en wat je gelooft, want we hebben het heel vaak gehad over andersdenkenden. En hoe je daarmee omgaat, hoe je die probeert overtuigen, hoe je die inzicht geeft in jouw geloof, jouw overtuiging, et cetera. Alleen, wat ook echt verwarrend kan zijn voor andersdenkenden, voor niet-moslims, is dat ze Ahmed in de klas zien, die dan het heeft over een conflict in het Midden-Oosten, die heeft die onrecht aangedaan en dat is gewoon anti-islam, et cetera. En op de schoolfeest is die helemaal dronken, loopt hij erbij helemaal iedereen te betasten en zo. Die denken ook van, hé, wat gebeurt er nou? Wat moeten we van Ahmed denken bijvoorbeeld, weet je? Of hij heeft het over moslims zijn clean en schoon en hebben geen relaties, geen haram relaties, et cetera. En hij is wel zijn medeklasgenoot aan het versieren bijvoorbeeld. Die denken ook van, hé, wat moeten we van hem? Wat moeten we eigenlijk mee? We krijgen geen hoogte van jou. Dus... wat ik echt gemerkt heb in de afgelopen 20 jaar... in de discussies die ik heb gehad met collega's, met medestudenten... is dat ze aangeven van, hey,
We vinden het echt gewoon fijn om met jou te praten, om met jou te discussiëren, want we hebben nu een duidelijk beeld gekregen. En we weten wat we aan jou hebben, we weten waar jij voor staat eigenlijk. Maar dan zeggen ze erbij van, we vinden het echt verwarrend als iemand zegt van, dit is haram. En op een gegeven moment toch iets anders doet. Iemand vertelde mij, die werkte bij een shawarmazaak. Een niet-islamitische shawarmazaak. En hij zegt, weet je wat er gebeurde? Ik zeg, wat? Hij zegt, iemand, een moslim komt dronken binnen. En die zegt, hey, is die vlees halal? En hij zegt, ja, alsof alcohol wel halal is, weet je? Dus die dacht ook van, hè, natuurlijk is het beter om alleen alcohol te drinken en halal te eten. Mm. Maar alcohol is haram, weet je? Dus natuurlijk is dat beter dan allebei haram doen. Maar dat werkt wel heel verwarrend voor mensen. Ja. Dus wees oprecht, wees duidelijk. Echt, maak gewoon je statement. Of mensen het nou accepteren of niet. Op een nette manier. En hou de eieren in je hoofd. Je leidt niet wie jij lief hebt, maar Allah leidt wie hij wilt. He? Dat was ook de boodschap aan de profeet sallallahu alaihi wasallam, toen zijn oom als ongelovige stierf. Maar wees duidelijk. Dat is punt 1. Punt 2 is vraag Allah subhanahu wa ta'ala constant om standvastigheid. Ik heb het al eerder gezegd, de profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg Allah subhanahu wa ta'ala constant om standvastigheid. Dat heb je echt nodig. Als je Allah niet hebt en geen standvastigheid hebt, dan heb je niets. Zorg ervoor dat jij je altijd onder de moslims bevindt. De gemeenschap, in je omgeving. Dat is echt belangrijk. Samen sta je sterk, weet je? En dat is ook wat de islam ons leert. En de profeet Sallam zegt ook van dat de wolf die eet van de alleen lopende lammetjes. De kudde, die kan die niet hebben, weet je? Dus hij pakt die ene alleen lopende. En zo ben je ook een prooi voor de shaitaan. Weet je, als je alleen loopt, als je jezelf afzondert van de moslims, dan ben je heel zwak. Ben je ook heel makkelijk te overtuigen. Bezoek ook de moskee heel vaak. Weet je, zorg ervoor dat je vaak de moskee bezoekt. Dan ontmoet je weer je broeders en je zusters. En dan heb je weer een gevoel van, oké, weet je, saamhorigheid. We zijn samen sterk. We vragen naar elkaar, wat is er gebeurd? Ik heb je een tijdje niet gezien. Ja, ik zit met een dip of ik zit met examens. Iemand die je weer aanmoedigt, weet je. Ja. Kennis opdoen. Echt gewoon constant kennis blijven opdoen. Niet eenmalig, maar echt gewoon. Dus dat je echt gewoon met structuur, dat je wekelijks les volgt voor een jaar tijd bijvoorbeeld, dan heb je ook echt wat. En dan kun je ook wekelijks jouw kwesties voorleggen aan jouw docent waar jij tegenaan loopt. Ja, ik heb vandaag dit op meegemaakt op school of dat thema. Wat zou dan een beter antwoord zijn? Ik wist niet wat ik moest zeggen, wat had ik kunnen zeggen? Dan word je constant weer geüpdate. Elke week heb je weer te maken met nieuwe twijfelachtigheden. Dus elke week heb je weer nieuwe informatie nodig, een update, om weer standvastig te blijven. Dus dit waren een aantal adviezen. Soms heb je dat mensen gedreven zijn en die denken dan van, oké, ik wil ook dialogen voeren, ik wil ook discussies voeren. In het Arabisch hebben we gezegd, en dat luidt als volgt, faqidu shay la yati. Iemand die zelf iets mist, kan het nog niet geven. Dat betekent dan, zorg dat je eerst zelf standvastig bent voordat je een ander probeert te overtuigen. En let op die twee fases, hoe het geloof is ontstaan, waar we het in het begin over hadden. Dat bestonden twee fases. Fase 1 was het vormen van die identiteit. Fase 2 was het waken over die identiteit. Toen Omar ibn Khattab in die eerste fase al bezig was met iets van de tweede fase, toen werd de profeet als hem woedend. Hij zag Omar ibn Khattab en hij had in zijn hand een gedeelte uit de Torah. Torah is het boek van de Joden. En toen werd de profeet als hem woedend. En hij zei, er moet hawikuna ibn al-Khattab. Weet je, hij zei van, zijn jullie dan in twijfel, o zoon van Khattab? En Omar schrok van die manier van hoe hij hem aansprak. Waarom? Want wij geloven in de Torah, wij geloven in de Bijbel, maar niet zoals die vandaag de dag gelezen wordt. Maar zoals die geopenbaard is aan Mozes, vrede zijn met hem. En hoe die geopenbaard is aan Jezus, vrede zijn met hem. In zijn originele staat. Dat was het boek wat op dat moment gold voor die mensen. Zouden wij toen hebben geleefd, dan hadden wij die gepraktiseerd en hadden we daarin geloofd. Ja. Maar we hebben vandaag de dag te maken met de Koran. Dus verdiep je eerst daarin. Zolang je niet zelf jezelf hebt versterkt met informatie, met de juiste informatie, kun je niet beginnen met zaken die te maken hebben met twijfelachtigheden. Dat is een later stadium. Dus toen hij hem zag in die eerste stadium, terwijl ze nog bezig waren met het vormgeven van die identiteit, werd hij woedend. Later heeft hij bepaalde sahaben opgedragen om talen te leren, om brief te schrijven naar andere leiders, om de dialoog te voeren. Net zoals Jafar ibn Abi Talib had en met de leider van Najashi, et cetera. Dat was een andere fase.
Hetzelfde geldt voor ons. Verdiep je eerst je eigen geloof. Zorg ervoor dat jij standvastig bent. Voordat je überhaupt je bezig gaat houden met andere geloven. Of verdiepen gaan in andere zaken. Want het kan zijn dat je bepaalde antwoorden niet hebt. Terwijl er wel antwoorden zijn. En jij daardoor twijfels krijgt over je eigen geloof. Met alle gevolgen van dien. Oestad, wil je jou bedanken voor je komst. En delen van jouw tips. Adviezen, jouw kennis en wijsheid. Allah jou behouden en belonen. Amen. En ons in staat stellen om dit toe te passen en te praktiseren met z'n allen. Amen. Voor de kijkers thuis wil ik vragen om deze video te liken, te delen en te abonneren. Daarmee zorg je ervoor dat de video vaker te zien komt voor de rest die op YouTube zit, inshallah. Daarmee verdien jij ook hasanat. Zorg je ervoor dat de rest ook, inshallah, wat meekrijgt. Mocht Allah jullie allemaal belonen en jullie ook in staat stellen om dat wat we vandaag hebben gedeeld op te volgen. Ja. Voor vandaag. Assalamu alaikum en tot de volgende keer, inshallah. Jazakallah. Wa alaikum. Ja.